Een goede middag, dames en heren. Dit is de Zuiderlaan en dat is de aankomstplaats hier in Waregem. En u ziet wat u moet zien. Het is hier verschrikkelijk nat. Deze koers heeft een slecht weer reputatie. Zeg maar een slecht weer traditie. Dwars door Vlaanderen 2009 zal wellicht memorabel worden. Het is een berenkoers. Vandaar ook veel beren op de erelijst. Chavanel vorig jaar ook in rot weer. Daarvoor Bonen, Veugelen met een lange solo. Eekhout, Capelle, McEwen, Koek, Eekhout, Hofman, Museum. We gaan terug in de tijd. Noem dit ook Eekhout-koersen. Eekhout stond hier heel vaak op het podium en doet ook nu weer vandaag vooraan mee. In een pikkelharde strijd. Regen van bij de start in Roeselare en regen aan de streep in Waregem. Desselgem, dat is het dorp van Briekschotten en dat dorp stelt haar kandidatuur voor Dorp van de Ronde. Dorp van de Ronde volgend jaar in 2010, dat is wat Desselgem graag wil worden. Dat is een deelgemeente van Waregem, vandaar dat beeld. We gaan eens kijken naar het traject starten in Roeselare met een hertekende aanloop. De eerste 50 kilometer en de eerste keer door Waregem. Dan trekken we naar de Vlaamse Ardennen met de Kattenberg, de Berendries, dan zitten we de Zwallen, dan de Valkenberg, de Eikenberg, de Oude Kwaremond, de Kalkhofberg en de Paterberg, de Knokteberg, het Vossenholde, de Nokerberg en dan nog twee keer de Holstraat op een plaatselijke omloop van 15 kilometer. Die moeten twee keer worden afgelegd. In totaal goed voor 200 kilometer hard knokken. Iedere Vlaanderien die zichzelf respecteert wil hier minstens één keer winnen. Zo zag de Mart van Roeselare er vanochtend om 10 uur uit. Toch belangstelling, veel belangstelling gezien de weersomstandigheden voor Hausler, de tweede in Milaan-San Remo. Daar heeft hij toch een paar nachten van wakker gelegen, gaf hij zelf toe. Hoeveel was het uiteindelijk? Een paar centimeter, zeker centimeter of 10 tegen Cavendish. Cavendish die hier niet van start ging. Dan Pozzato, populair ook in Vlaanderen. Hij viel wel aan op de Poggio, maar daar bleef het ook bij. Dan zien we McEwen, moest er vroegtijdig af op de Cipressa al. McEwen, ook winnaar hier in dwars door Vlaanderen. Dan Gert Steegmans, een beetje op de sukkel. Het is een beetje raden naar het echte vormpeil van Gert Steegmans. Van omloop weten we dat hij goed is, want hij won de Ronde van het Groenaard. En met een superdag, zegt hij, mik ik vandaag op de top 5. Jawel, Veugelen, 2 jaar geleden winnaar na een hele lange aanval en weggereden in de finale. En hij hield stand. Moedersiel alleen, de man van Corpeek Lo. En hier zien we Nico Eekhout, 2 keer winnaar, in zijn wedstrijd. Hij staat hier vrijwel altijd op het podium als hij start. En Frank van den Broeke. Ik ben nog altijd verbaasd als ik hoor hoe populair hij nog altijd is. Hij overtreft een ieders populariteit. Het is Frédéric Guédon, de oude krijger van La Française des Jeux, die altijd goed is op Vlaamse wegen. En dan Kurt Asle Arvesen, vorig jaar glansrijk winnaar van de E3-prijs Vlaanderen na fantastische finale. Dit is Marcus Burkhardt, die weer de oude wil worden. Vorig jaar een toerrit gewonnen en nu medekopman bij Team Columbia. Hij kan ook rekenen op een pion als deze Bernard Eisel. Een man van de lange aanval. Een man die een vrije rol zou moeten kunnen krijgen in zo'n ploeg. Ook zeker een vrije rol voor Sebastian Langeveld. Hele jonge Nederlander, pintere Nederlander, aanvallend ingesteld. Nick Nuyens zal hier wel als kopman starten. Hè? Vorig jaar deed hij hier uitstekend zijn best met Cofinis. Jurgen Roelands voor Silence Lotto. Een van die jongens die het tij moet doen keren. Jurgen Roelands. Dat is niet alleen. Ook Greg van Avermaat, hier in beeld, moet hier vandaag toch kunnen schitteren. Ik zeg wel, zou moeten kunnen schitteren. En wie doet er nog mee voor Silence Lotto? Lijf Hosten. Goed dat we Lijf Hosten nog eens zien. Niet in Milaan-San Remo, maar hier dus wel voor eigen volk in eigen streek. Hier, Roeselare. Wouter Weiland, de Gentenaar, of dichtbij Gent. Welke rol krijgt hij hier toebedeeld? En De Volder. Leuk dat we Stijn De Volder nog eens zien. De Ronde van Vlaanderen komt dichtbij en dan ziet zijn kopje er goed uit. En dan zoekt de camera naar, daar staat hij, de zoon van André, Tom Bonen. Bonen dus winnaar 2 jaar geleden. En Bonen kan rekenen op deze De Weert. En op Chavanel, de winnaar van vorig jaar, maar die is een heel klein beetje verkouden. Dan gaan we naar de start. Om 10:30. Gingen we
Roeselare verlaten voor de officieuze start. De echte start, de officiële, die lag even buiten het centrum. Ik zeg het, de mensen van Roeselare zijn buiten gekomen voor deze wedstrijd. Onder meer om naar Tom Boonen te wijzen. En dan zitten we op de Eikenberg. En daar gaat een jongen tegen de vlakte. En die staat daar rechts aan de kant. Daar staat Greg van Avermaat. En dan wacht hij. En dan is hij gedesillusioneerd. Want dat duurt. En die canyon, die werkt een klein beetje op het systeem. Kijk naar de ketting. Die ketting die hangt daar te bengelen. En dat duurt. En dat duurt. En dat blijft maar duren. Het peloton is ondertussen al een goede 30, 40 seconden weg. Het werkt nog meer op de zenuwen van Greg van Avermaat. Die gebrand was op een topprestatie die hier wilde winnen. Dus gooit hij zijn fiets weg. Dit is frustratie. Waar blijft die auto? Ondertussen is dat peloton al ruim een minuut weg. Mag je dan al een kruis maken over deze wedstrijd? Gebaren van ongenoegen. Achtergelaten in het land van de Vlaamse Ardennen. Verdomme toch! Komt hij er dan toch aan? Je hoort getoeter. Daar komt de volgwagen van Silence Lotto. En dan is daar Dirk de Wolf. En daar dat afduwen. Nou, niet echt met veel verve. Hè. Is dat een beetje symptomatisch voor de malaise bij Silence Lotto? Ik vrees ervoor, Karel. Ja, het is zo dat het niet mee zit natuurlijk. Hè. En ze hadden lang mee in die vroege vlucht met die mannen die weg zijn. Lang is daar ook weggevallen door mechanische problemen. Het is zo als de duivel kinderen baart dat er vaak veel ineens zijn. Dit zijn die vluchters met 9 nog. En ze zijn aan het vechten tegen de wind en tegen de regen. Want ze zitten nu op het stuk van het parcours waar ze vooral de wind op de neus hebben. De wind waait uit het westen, waait hard uit het westen. Stoten tot 75 km per uur. Snelle aanhef met de wind in de rug. Maar nu dus tegenwind richting Waregem voor die lokale rondes. De mannen hier vooraan met Jens Maurits, dat is de lange van Vacances Soleil. Je ziet ook dat Van Impe erbij is en IJssel. IJssel hadden we het niet voorspeld. Jan Rabon, een tweede man van Team Colombia. Dan zien we Gajek, dat is een Duitser direct voor Milram. Daar ziet hij voor Cervero Andreas Klier. Dan komt IJssel weer in beeld. Hier komt Van Emden voor Rabobank, een jonge Nederlander, een tijdrijder. En dan hier voor Milram, dat moet die Gajek zijn. En dan zien we hier Houanard. Steve Houanard, een Fransman die voor Skill Shimano rijdt. Hebben ze dan allemaal gekregen. Nog eens de namen van Impe en Eekhout. Nico Eekhout is er ook bij. Van Emden en Maurits, Klier, IJssel en Gajek en Rabon en Houanard. Dat zijn er 9. En nu hoor ik Renaat Schotten. Ja, in vreselijke omstandigheden op de motor. Maar voor de renners op de fiets is het nog veel erger. En het peloton is compleet verbrokkeld na de vorige helling. Op de Eikenberg was er ook een valpartij. Met onder meer ook Nick Nuyens die pijnlijk naar zijn pols tastte. En die ternauwernood heeft kunnen overleven in het eerste gedeelte van het peloton. Renners proberen nu te springen van groep 2 naar groep 1. Het is overleven of verzuipen. En we zitten bij Nuyens nu. We zien dat Nuyens nog altijd lucide is. Hij is aan het eten. En we zien ook nog veel ploegmaats van hem. We zien Langeveld, we zien Tanking. We zien veel volk van de Rabobank in dat eerste pelotonnetje. We zien ook Leukemans. We zien Hostegoed zitten in het wiel van Hausler. We kijken meer naar voren. Dan zien we Weiland zitten. Dan zien we Sentjes in de eerste groep in het wiel van Bobby Traxel. En dan voorin vrij veel volk van Quickstep in de spits van dat peloton. Tom Boonen omringd door Kevin De Weert die we daar zien. En ook Stijn de Volreet. Chavanil zit daar in het wiel van Kevin De Weert. Het peloton zal nu niet meer stilvallen. En hier komt Rabobank langs de rechterkant van de weg. Met z'n vieren door één man. Met Nuyens in voorlaatste positie. En op die manier zitten ze weer helemaal voorin. Het is een fantastische koers om te volgen. Ondanks de winter die weer toeslaat. Ja, Renate, wij zagen dat Van Avermaat in een derde groepje zat achteraan. Dat derde groepje bengelde. De groepen die proberen terug te keren. Kijk, Van Avermaat zit in deze groep daar. Maar de terugnummer 21 is een beetje opgeschoven in die groep. Ze proberen zich te hergroeperen. En proberen terug bij dat grote peloton te geraken. Omdat er een belangrijk trio hellingen aankomt. Hè. Er is de Oude Kwaremond, de Kalkhovenberg en de Patersberg. Daar gaan we nu zo stilaan naartoe. We zijn op 78 kilometer van de aankomst, dames en heren. En u ziet dat de voorsprong van de 9 2 minuten en 14 seconden is. Dat is
niet echt veel, maar je weet dat er vooraan een paar beren zitten met enorm overlevingsvermogen. Dus moet je daar toch maar beter rekening mee houden met die voorsprong. Daar zit Van Avermaat, gelukkig dat hij een tijdje uit de wind kan blijven. Maar wie zit daar nog bij Van Avermaat? Zijn dat jongens die nog de moed hebben om terug te keren? Of moet hij straks zo meteen zelf de sprong maken naar de waaier daarvoor? Het wordt met andere woorden een harde dobber, een zware opgave voor Greg Van Avermaat, de jonge belofte. Dat is riskant natuurlijk. Als je een paar mannen laat wachten op Van Avermaat om die terug te brengen, dan kan je die ook kwijt zijn. Terwijl als ze niet meer terugkeren hier, hebben ze nog een paar ijzers in het vuur. Een Hosten misschien en Jurgen Roelands, afhankelijk van hoe die zich voelt. Maar die zullen dat ondertussen wel meegegeven hebben aan de volgwagen. Renaat die roept weer op. Ja, ook Bonen zat er in eerste instantie niet bij en is dan komen aansluiten. En op die manier zit hij weer goed en wel in dat peloton. De tweede groep staat op het punt de aansluiting te maken. We gaan ons even laten uitzakken en kijken wie daar nog allemaal bij zit. Doe dat. U ziet dat Rabobank zich manifesteert, dat ook Quickstep dat doet. En dan zie ik ook een jongen van Skill daar even in beeld komen. Op naar de oude Quaremont. Dat is de vijfde helling van de dag. Er zijn er in totaal 12. We rijden niet helemaal tot aan het eind, tot boven het hoogste puntje van de oude Quaremont. Nee, aan het Quaremontplein gaan we linksaf. En dan duiken we naar de Kalkovenberg en dan meteen de Paterberg. Een trio, zoals Karel dat zei. Hier zien we vanuit een camera die gemonteerd is in een wagen op een auto. Karel, hoe heet die weer? Een Cineflex-wagen. Het is een wagen die gebruikt is ook op de Olympische Spelen. Maar straks meer daarover. Eerst nog eens naar Renaat. Ja, en die tweede groep die komt op dit moment terug. Frank van den Broeke zit daar onder meer bij. Ook Kretskes herkennen we. Wat renners van Saxo Bank. En dan zien we achterin ook Arvesen zitten. Dat groepje staat op het punt de aansluiting te maken. Ook Meirage dacht ik in dat groepje gezien te hebben. Jawel. En dan ook nog Verheijen voor Lambakkendiet. En die mannen komen terug. Het heeft weinig gescheeld. Als je nu nog moet terugkeren, dan zal je van goede huizen moeten komen. Maar ik zie daarachter toch nog heel veel renners die proberen terug te keren. Voor nu het nog kan. Ik zie Maurits van de kop afgaan en dan zie ik Rabon doorschuiven. Dat is een tijdrijder, Rabon. En dan Eekhout, die kikt op dit weer. In de editie van 2001 gingen we naar de start en gingen we in het buitenrijden van Kortrijk, toen nog startplaats, een goede 5 kilometer na de start aan de kant staan. En daar reed Nico Eekhout al door met de Marichal 2 ploegmaats. En toen dachten we, zelfmoord. Ja! Toen begon die rechtstreekse uitzending. Toen reed Eekhout nog op kop met Marichal. En aan het eind van het verhaal won Eekhout. Ja, want het is zo'n kerel. Hè? En als hij zijn zinnen zet op zo'n wedstrijd als deze, hij weet perfect wat hij kan en niet kan, dan is hij er meestal ook al een paar keer heel dicht geweest toen hij niet won. En hij kan de enige zijn die 3 keer dwars door Vlaanderen wint. En dat kan toch wel tellen voor de erelijst van een jongen als Nico Eekhout. Van Avermaat, die volgt op 2.25 van de koplopers. Dus op 14 seconden nog altijd maar van het peloton. Doe maar, Renaat. Ja, Van Avermaat die is inderdaad aan het terugkeren. Die hangt nu op een 100 meter van het peloton. Het is vooral de Duitse Lang die hem terugpiloteert. Ook Steegmansen zit bij Van Avermaat. En die, dat groepje lijkt te gaan terugkomen. Hier nog een renner die er net uitgewaaid is in dat groepje waar we nu bij zijn. Dat is Elmiger. En ik kan hem net aanpikken. Martin Elmiger. En toch knap hoor wat die Duitse Lang daar doet voor Greg Van Avermaat. Lang zat ook in die initiële ontsnapping. Is daaruit weggevallen met de versnellingsproblemen. En nu is hij hier het kopwerk aan het verrichten voor Greg Van Avermaat. Dat is heel mooi. Want Lang die kwam met dat kleine Oostenrijkertje mee naar de ploeg van Silence Lotto. En dat Oostenrijkertje dat werd betrapt op doping in de Ronde van Frankrijk. En dus geen plaats bij Silence Lotto. En dan vraagt een mens zich af, wat gaat die Lang daarmee doen? Wel, Van Avermaat terugbrengen. Daar is hij mee bezig. Ja, Lang zat afgelopen zaterdag ook in de lange vlucht in Milaan-San Remo. Net als Eisel, die ook mee is vooraan. Dus die twee jongens die zaterdag mee waren in die lange vlucht, goed gerecupereerd van een Milaan-San Remo. En vandaag weer in de aanval, zoals Renaat zei en wij ook al aanhaalden, weggevallen door technische problemen. De ketting die Tilt sloeg en de drailleur ook op de Berendries voor Sebastian Lang. En dan hadden ze plots niemand meer vooraan. Rabobank zat ook met 2 jongens vooraan. Ze hadden Van Emden en Heijmen. Maar Heijmen is daar ook weggevallen door een lekke band uiteindelijk. En dan hadden ze ook achteraan niet moeten rijden, terwijl ze nu niet alles op Van Emden kunnen zetten. Van Avermaat dichter aan het komen. Daar zie je inderdaad Sebastian Lang voor Van Avermaat uit. Van Avermaat herkenbaar aan zijn gestalte en aan het rugnummer 21, het rugnummer van de kopman. Op 2.20 werd gesignaleerd, beetje bij beetje komen ze wat dichter. En het is opletten ook op die wat ouderwetse betonbanen, die een macadamwegen, zoals dat in een slechte taal heet. Dat knotst en dat botst en opletten toch ook voor lekke banden.
De ellende is hier nooit ver weg. In deze omstandigheden lang heeft zijn werk gedaan. Ja, dat was een redelijk groot groepje. Uiteindelijk gaan ze er nog met 5-6 naartoe moeten rijden. Dit zijn inspanningen die toch zullen wegen, ook voor Van Avermaat. Hij moet dat nu zelf gaan doen. En dit is een bres die je niet zo makkelijk dicht in deze weersomstandigheden. Hij gaat het wel doen, maar wat zal het gekost hebben? Dat kost inderdaad moeite met Gert Stegmans aan het wiel. Als die al kan, zou die niet eens overnemen. Goesinen zou in de tegenaanval gegaan zijn. Goesinen, dat zal die jongen geweest zijn van Skill die in de vorig beeld voor het peloton voor de mannen van Rabobank uit ging rijden. Renaat. Ja, terwijl Van Avermaat er alles aan doet om terug te keren, zijn er toch een paar renners die dan weer het tempo niet konden volgen in het peloton. En verrassend daar toch bij Arvesen, de winnaar van de E3-prijs vorig jaar. Kurt Asle Arvesen, mij verbaast het niet hoor. Heeft zoveel ervaring en heeft zoveel power, zoveel mankracht, dat je die in deze koersen altijd mag verwachten. Bovendien, die overwinning van de E3-prijs, dat gaat hem toch wel wat gedaan hebben, hè? In het kopje. Oh, ik herken die wegen. Hier heb je. Het kost krachten voor Van Avermaat en dan gaat hij erbij komen en dan gaan ze aan zijn oude Quaremont beginnen. Geen moment van herstel en dan moet hij nog zien op te schuiven in dat peloton. Dat is allemaal iets te veel misschien om straks nog in aanmerking te kunnen komen voor de overwinning. Maar voorbehoud aantekenen, het is een straffe kerel, heeft al een paar keer bewezen. En voor de rest heeft Arvesen het niet onder de mat. Kan daar nu rekenen op de steun van een jongen van de ploeg van Topsport Vlaanderen, Mercator, heb ik de indruk. Vergeef het ons als het af en toe moeilijk is om renners te herkennen. In deze omstandigheden is dat allesbehalve evident. We zijn op 74 kilometer van de aankomst, op naar de zone van de waarheid. Er zit een zekere spanningsboog in deze koers die een beetje te vergelijken valt met die van de E3-prijs. Dat wil zeggen, je hebt de zone van de Vlaamse Ardennen en dan heb je die overbruggingsfase naar de aankomst. En hier is die wel vrij lang. En dus hebben ze er wat op gevonden. Een plaatselijke ronde met telkens de Holstraat. Het is een hele mooie plaatselijke ronde die de koers de voorbije jaren ook wat extra cachet heeft gegeven. Het is een plaatselijke ronde met een kasseistrook in en dan die Holstraat. En die Holstraat op zich is niet het probleem, want het is als je daar boven komt, dan kom je eigenlijk in Nokere Dorp uit. Aan de linkerkant ligt Nokere Berg, de afdaling, maar dan moet je naar rechts naar Waregem. En op dat stuk moet je door kunnen trekken, na die Holstraat vooral. Daar heb je Stegmans die dan toch eens even op de kop gaat. Voilà. Maar het is en het blijft lastig en ik ben er absoluut van overtuigd dat ze beseffen, we moeten erbij zijn, liefst een paar kilometer voor de voet van de Quaremont, om toch die hartslag een klein beetje te laten zakken. Om daar al een goede positie, laten we zeggen, plaats 15 tot 20 aan te zoeken. Nee, maar ik heb het gevoel dat ze nog dichter geweest zijn dan nu. Goh. Het is echt hangen of wurgen, hè. En dan heeft hij natuurlijk op de Eikenberg al terrein moeten goedmaken, weliswaar tussen de auto's. Maar daar had hij niet veel aan, want die auto's die moesten daar ook bumper aan bumper naar boven kreffelen. Dan moest hij daar eigenlijk bijna gaan zigzaggen. Van Avermaat heeft het hier niet onder de markt. Nee, misschien heeft het nu wel zin hoor, om één mannetje te laten uitzakken. Om daar wat steun te komen bieden. Ze hebben daar nog een paar mannen die dat eventueel moeten kunnen. Een Kretskens of een Jungblad. Het zou moeten kunnen, inderdaad. Kunnen niet allemaal kopmannen zijn bij Silans natuurlijk. Zeker weten. Roelands, die vertelde ons vanochtend, ik krijg een vrije rol. Lijf Hoster, dat is nog een klein beetje koffie die kijken, hoe goed is die nu? En Lijf heeft de gewoonte om een soort verstoppersrolletje te blijven spelen tot de E3-prijs. Nee, Schuddebolt van Avermaat. Het wordt lastig. Ook hier lastig. Maar nu zijn ze er bijna. En is dat Elmiger die voor hem uitrijdt? Ik dacht het wel. Ik zie Zwitserse vlaggetjes aan de mouwtjes. Van Avermaat volgt op 1.55 het peloton met de favorieten, zeg maar. Zij u zegt, ah nee, Eekhout is favoriet, volgt op 1.47. En Stegmans gaat de laatste bres dichten. Renaat. Ja, Stegmans rijdt dat laatste gaatje dicht. De man in zijn wiel is Golas, renner van Amica Chips. Dan zat ook De Gent erbij. Dat was die renner van Topsport Vlaanderen die daar ook nog een mooie inspanning leverde. En op die manier zit Van Avermaat dan eindelijk weer in dat peloton. Want dan gaat hij nu weer onmiddellijk. Nee, het is een andere renner van Silas Lotto. Die Schijlings hier, die mechanische pech, heeft die lekkers gereden achteraan. Het is echt niet de dag van Silas Lotto. Al heel veel tegenslag gekend. Nu is het weer de beurt aan Staf Schijlings voor een nieuw achterwiel. Ja, het is niet de dag en het is niet het jaar op dit moment. Hè. We hebben nog wel wat te goed, maar als dit zo blijft tegenvallen, ja, dan lijkt het echt of de duivel is er mee gemoeid.
Ik zag ondertussen ook de jongens van Cervelo naar voren komen in het peloton in de aanloop van de Oude Quaremont. Nog een kilometer of twee en we zijn aan de voet van de Oude Quaremont, dus is het tijd om positie te kiezen. Hier Staf. Het ene euvel volgt het andere op. Ze krijgen het alsmaar moeilijker. Maar goed, niet wanhopen, hè. Daar zit Hausler en die trapt weer in de boter. Ja, Barbie is er toch alweer bij. Ook in slecht weer is Barbie van de partij. Dan moet je hem stilaan. Maar nee, we mogen dat niet doen. Een Flandriën gaan noemen, zou ik zeggen. Maar dat doen we zeker nog niet. Hosten. En Renaat vernoemde daar Thomas de Gent. Dat is knap wat hij deed. Want die heeft hier vorig jaar nog de grote prijs van Stad Waregem gewonnen bij de belofte. En dat is een koers met een internationale reputatie. Dat is de koers waar we voor het allereerst de Volder aan het werk zagen live. Hier. Vanuit deze commentaarcabine. Die kwam hier alleen door in de op één al laatste ronde met een voorsprong van 3/4 minuut. En toen dachten we, het is een vogeltje voor een kat. Voor de kat. Maar nee. Die bleef vooruit. Daar gaan de mannen van Rabobank zich weer positioneren. Krijgen we een herhaling van de omloop het Niesblad. Dat was toen op de Taienberg zeker. Ja, en in Kuurne, Brussel-Kuurne, moest Roelands loslaten op de Oude Quaremont. Die kon daar toen niet volgen, zat wel in een goede positie. En ik zie de Belgische kampioen daar ook in pakweg 10e, 12e positie fietsen. Ik denk dat Roelands nu met het gevoel zit van, laat het toch maar lukken vandaag. Laat men er toch maar blijven aanhangen op die Oude Quaremont. Dit is een fantastisch mooi beeld. Lever die camera op die auto. Heerlijk om naar te kijken. Heel zuiver, stabiel. En Renate ook stabiel op zijn motor. We hopen het. Ondertussen is Guédon daar op kop aan het sleuren van het peloton. Maar dat is alweer verleden tijd. We zagen ook Heijmen. Heijmen die daarnet nog in de ontsnapping zat. In die vroege ontsnapping die wegreed na een kilometer op 45. En hier zijn ze nu links afgedraaid en wordt de weg smaller. En zitten we in de klassieke aanloop naar de Oude Quaremont. Een renner van Cervelo daar in tweede positie. En dan is het De Weert die het peloton op dit moment leidt. En nu valt het klassiek stil. De Weert voor Hunt en dan zien we Chavanel en dan zien we Burkhardt ook links in beeld. Ook Team Colombia natuurlijk gedreven door het succes in Milaan-San Remo, zeg maar het onverwachte succes. Het zijn de grote ploegen, de grote blokken die netjes gepositioneerd zitten aan de voet van de Oude Quaremont. Zag ook Stijn de Volder achter zijn ploegmaats zitten, de Volder. Die ook stilaan op dreef komt. Die een goed resultaat heeft geleverd in die tijdrit in Tirreno Adriatico. Tweede is geworden achter Andreas Kleuden. En daar ook vertrouwen heeft uitgeput. Nog eens de samenstelling van deze kopgroep, dames en heren. Voor de ploeg Team Colombia zien we hier Andreas Klier. Nee, Bernard Eiselbeter. Die heeft ook nog Rabon aan zijn zijde. Dan hebben we de Belg Van Impe en de andere Belg Eekhout. De Nederlanders Van Enden en Maurits. Dan hebben we Gajek, dat is nog een Duitser die rijdt voor. Milram Houanaar, dat is die jongen van Skill. Heb ik ze dan allemaal gehad? Ik dacht het wel, hè. En Jos Van Emden, Rabobank. En Renaat Schotten, VRT. Ja, nog even over die vroege ontsnapping die aan een zijdendraadje heeft gehangen toen ze wegreden. Toen kregen ze geen vrijgeleide van het peloton. Katsusha had niemand mee en probeerde in eerste instantie die mannen te beletten weg te rijden. Maar het was toen in helse omstandigheden in een van de vele hagelbuien die het peloton vandaag heeft moeten trotseren dat we een Kevin Van Impe op kop zagen sleuren van die ontsnapping. De voorsprong die was geslonken tot een seconde of 15, maar onder impuls van Van Impe groeide dat weer tot een minuut. Twee minuten daarnet, dat moet de maximale voorsprong geweest zijn. Saxo Bank heeft vandaag ook veel werk verricht in de achtervolging. Het is te zeggen om de mannen altijd binnen gezichtsafstand als het ware te houden. We zijn begonnen aan de kasseitjes van de Quaremont. En dan zien we daar voorin de mannen van Colombia zitten. Burkhardt is hun speerpunt vandaag. Benieuwd of hij het kan waarmaken. En wij zagen dat de kopgroep uit elkaar aan het vallen was. Het is Rabon die het moeilijk krijgt in die kopgroep. Al een paar keer dat hij daar achteraan hing te bengelen. En nu lijkt hij helemaal te kantelen op de Oude Quaremont. Ook Houanaar, Steve Houanaar, een Parisien van Skill. 22 jaar pas. En redelijk goed bezig. Maurits. Moet eruit. Jens Maurits moet er ook uit. En dan gaan we er nog een stuk of 6 overhouden daar vooraan. Maurits, goede tijdrijder, voortreffelijke pistier tot 2 keer toe. Zilver op het WK ploegen, achtervolging voor Nederland, ook eens een keertje brons. Maar op die kasseien lijkt hij een klein beetje te patineren. Daar veel gaat de Volder. Veel volk. En hier is inderdaad de Volder. Even testen van hoe zit het met Volderken. Ah, Volderken is goed. Beter dan iedereen denkt. Zo zie ik dat toch, Renaat?
Ja, versnelling en dan heeft hij onmiddellijk een lengte of zo te pakken. Maar het is een ploegmaat, Chavanel, die probeert mee te glippen met die man van Colombia. Die daar dus in het wiel zit van de Fransman. En ze hebben dan ja, toch al een meter of 40 op dat peloton nu te pakken. Het is niet evident hè, met dat rotweer. Het is glibberig op die kassei. En dan zie ik Roelands komen. Ja, dat is goed. Dat is goed. Hij probeert die sprong te maken. Probeert hier af te rekenen met wat hij meegemaakt heeft in Kuurne, Brussel-Kuurne. Dat is goed van Jurgen Roelands. En waar is de Rabobank? Die hadden we hier toch verwacht met een soort van putsch. En Cervelo daar op de tweede rij. En Rabobank zit ver. Inderdaad, in de aanloop zaten ze er wel. Maar hier is het zoeken. Daar twee mannetjes. 3, 4, 5. Maar dat is al op de derde rij, zullen we zeggen. Ze hebben zich een klein beetje laten vloeren, laten vlassen in het gevring naar de aanloop toe. Zoals dat bij de aanloop naar de Poggio of de Cipressa het geval is, moet je net op het juiste moment komen. Want anders kom je te vroeg en dat is nooit plezant. Mm-hmm. En we zijn daar op het oude Quaremontplein, Michel, links gedraaid. Dus niet die lange uitloper vals plat naar de Ronsebaan, maar links. En dan een lusje naar de Kalkovenberg en heel snel naar de Paterberg. Het is anders dan in Kuurne, Brussel-Kuurne of in de Ronde van Vlaanderen. Het is iets minder lastig op die manier de oude Quaremont beklimmen, maar het is natuurlijk lastig genoeg met de opeenvolging van de inspanningen. Ik zag daar Matty Breschel en die had ik toch helemaal vooraan verwacht. Zou die niet tegen de regen kunnen? Die Kalkovenberg, dat is een drama voor de meeste toeristen. Een goede prof die opdreef is, die lacht daarmee, dat weet ik. Maar je moet het in de omstandigheden zien natuurlijk. Hè. En in de opeenvolging. Je gaat naar de Kalkoven en dan moet je pats wat verderop weer rechts na een gat in de diepte opdraaien naar de Pater. Dat is wat het lastig maakt. Op naar de Kalkovenberg. We zijn er nog niet hoor. Ja, een Quickstep gaat door op het elan van de voorbije weken. Het klopt allemaal. Van Impe mee vooraan. Het geheime wapen had ik vanmorgen opgeschreven bij Quickstep. Was goed in Parijs-Nice. Heeft nog hard getraind ook de week nadien. En dan komen er weer een paar vanuit de achtergrond die naar voren zullen rijden misschien. Hier Stijn de Volder met Chavanel en Burkhardt. Dat zijn de enige drie die er nog bij hangen. En Roelands in zijn eentje. Die moet hier straks op Kalkoven dat sprongetje kunnen maken en proberen op de Paterberg erbij te blijven dan. Hij komt. Die is hopelijk voor hem aan het afrekenen met het spookje dat opdoemde op de oude Quaremont in Kuurne, Brussel-Kuurne. Maar dat was, denk ik, eenmalig. Laten we dat voor hem hopen. We zitten hier weer vooraan in een kopgroep die gedecimeerd is met Klier op kop. Hier is de Kalkovenstraat. En Klier voelt zich goed, hè? Ook in het openingsweekend was hij ook redelijk goed. Dus Klier zal ook wel een rol spelen in de klassiekers straks. In de grote klassiekers. En Volder, die voelt weer zijn benen niet. Die heeft weer een van die dagen. Met wat nu komt, is hij al maanden bezig. Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. De rest zien we wel. Pakken we wel mee als ik al goed genoeg ben. Maar wat daarvoor kwam, nee. Alleen die heilige week telt, Renaat. Ja, en de mannen die mee zijn met de Volder, dat zijn Bonen, Hausler, Roelands, Burkhardt en Chavanel. Heel behoedzaam hier nu in de bochten met die glibberige kasseien weer volop aan het regenen. Volder is nu aan het wachten en dan zitten ze hier toch heel mooi met z'n drieën van Quickstep samen op de volgende helling die we nu hebben. De Kalkovenberg en Bonen. Ja, hij is een kawahonnetje aangehakt en dan kijken we achterom en dan zien we Lijf Hosten komen. Lijf Hosten komt eraan op de Kalkovenberg. Hij probeert de sprong te maken naar het groepje Bonen, Hausler, dan nog veel volk van Cervelo daarachter, maar die blijven voorlopig een beetje hangen. Kijk ook hoe technisch het is, hoe moeilijk voor Bonen om zittend op zijn fiets naar boven te rijden. Glibberig op die kasseien, maar ze zijn alweer boven op de Kalkovenberg. Toch moet je blijven zitten in het zadel als je op de kasseien naar boven wil, want anders gaat dat achterwiel inderdaad patineren. Onderuit slaan eigenlijk. Een val van Heinrich Hausler wordt gemeld. En Bonen, zegt men daarbij. De Volder toch eens even kijken. Vooral voelen. Ik heb getest en dat ziet goed. En nu wat volk laten terugkomen en dan zien wie daarbij is. Kan dat ronddraaien, dan is het oké. Men zei, val van Hausler. Maar wie is die Cervelo dan die daaraan komt? Ik denk dat hij daar gewoon bij zit. Dat Bolen en Hausler daar zijn komen aansluiten. Dat zal het wel zijn. Op 67 kilometer van de aankomst ligt het veld compleet uiteengeranseld, dames en heren. Uiteengeslagen door de mokerslagen van de mannen van Quickstep. En hier staan ze achteraan geparkeerd. Parkeggio. En veel, veel last. Dit is Alexander Moos, de Zwitser. Ooit een klimmer. Tja, uit Zwitserland. Altijd goed in de ronde van eigen land en in de ronde van Romandie. En de leiders die moeten zo stilaan aan de Paterberg bezig zijn, hè? De zes die we over hebben. Want dit is het kleine stukje, tussenstukje naar de Pater. En hier zien we ze in het gootje rijden. Aha,
met Andreas Klier. Alsof hij bezig is aan de gezondheidswandeling. Nou ja, de rit is toch maar dicht hoor. In zijn eigen achtertuin. Al is hij verhuisd naar Mallorca. Hè? En hij is nu voor de eerste keer in zijn leven hier in Vlaanderen voor 3 weken aan een stuk op hotel. En hij zei, dat is wel een beetje wennen. Ja, dat zal wel als je gewend bent van hier te wonen. Dus Maurice en Ouanaar die zijn terug komen aansluiten daar vooraan. Uiteindelijk is enkel Rabon het slachtoffer geworden van de beklimming van de Oude Quaremont. Zegt u zelf, dames en heren, het is een formidabele wedstrijd. Een getoeter, dat betekent dat ze snel komen vanuit de achtergrond. Hier alweer met Stijn de Volder. De quickies met Bonen aan het wiel. En Renaat Schotten in de buurt. Ja, er is één man die probeert naar dat groepje met Bonen en Hansen te rijden. Dat is Roger Hammond. Hij heeft Hosten vlakbij in de buurt. Ook de Weert zie ik daar nog altijd zitten. En dan de totale verbrokkeling natuurlijk hier op de steile flanken van de Paterberg. Er wordt barrage gemaakt, maar ze gaan zodanig langzaam dat ze er allemaal netjes langs kunnen. Langs de wagens en motoren daar rechts op de Paterberg geparkeerd. Het hele peloton aan het terugkomen met een sterke prestatie Renaat, van Roger Hammond. Renaat, even wachten hier, want er is een probleem, een opstopping van auto's. Een paar auto's die daar ook stilstonden op de ruigste, de zwaarste, de steilste stukken van de Paterberg, waardoor een aantal jongens dreigden in de soep te draaien. Maar het is allemaal net op tijd weer op gang gekomen, dus wedstrijd niet vervalst. Deze auto toch wel lelijk in de weg, hè? Maar goed, het zijn abnormale omstandigheden voor iedereen. En is dat Roelands die daar weer een gaatje moet laten nu? Het gevoel dat Roelands het nu wat moeilijker krijgt op de Paterberg. Maar ze zijn boven en hij hangt er zo goed als aan. En nu Renaat. Ja, het is niet zo dat hij in de problemen kwam, maar hij werd even opgehouden door een toeschouwer. Kwam daar in de zijkant van de weg terecht. Hij werd dan weer op gang geduwd en op die manier overleeft hij eigenlijk probleemloos de Paterberg. Nooit in de problemen geweest. Voilà, hij is er opnieuw bij. Weet je waar mij dit doet aan denken? Ronde van Vlaanderen van 1985. Die van der Aarden. Dat was ook regen van start tot finish. Renaat. Ja, en Lijf Hosten die keert op dit eigenste moment terug. Hij ziet het wiel van zijn ploegmakker Jurgen Roelands. En hij leidt het laatste gaatje dicht. En dan kijk ik achterom en dan voorlopig geen volk te zien. Mannetjes van Cervelo, Hammond die daar nog altijd tussen hangt. De voorwacht van het peloton, zeg maar. Maar Hosten staat op het punt aan te sluiten bij het groepje met Tom Bonen. En wij kijken hier achteraan een pelotonnetje. We zagen dat Steegmans daar moeizaam naar boven klauterde. En dan zag je daar ook een paar jongens tegen de vlakte gaan. Een jongen van Cervelo die het helemaal niet zag zitten. Die was er Jandori bij gaan liggen. Dat doet de Volder niet. Hauster mee. Ook Bonen mee. Ook Chavanel mee. En Roelands mee. Het is sterke mannentijd. En Hosten dus daar achteraan. Hè, met dat wapperende jasje. Die komt aansluiten. Dus Roelands en Hosten. Dan hebben ze ook twee mannetjes mee bij Silans. En is een beetje van de tegenslag vergeten. Hosten van de orde van de parachutisten vandaag. Het bataljon van de parachutisten. Ook dit is dwars door Vlaanderen rijden. Achteruit geslagen. En dan toch goede benen hebben. Dat zie je. Hè? Die jongen van Palmans die daar heel vlot mee naar boven rijdt. En nu zien wie er nog in de achtergrond terug kan komen hier. We hebben nog altijd een handvol leiders, dames en heren. Met vooral een sterke Eekhouten en een goede Klier. Ja, Hosten, en hier is het een beetje kijken. Hosten is daar nog niet bij. Hè? Hij is daar aan het proberen. En het valt hier niet echt stil, Renaat. Ja, hij valt helemaal stil, Lijf Hosten. En op die manier moet hij die aansluiting voorlopig nog even laten varen. De eerste vier achtervolgers trouwens op dat groepje, dat zijn Kevin De Weert, Roger Hammond. En daar zit ook nog een renner bij van Topsport Vlaanderen. We gaan die even identificeren. Er ook bij is Mathieu Gos van Saxo Bank. En dan zie je nog één man van Topsport Vlaanderen die hier ook samenwerkt met De Weert en Hammond. Straks zullen we wel weten wie dat is. En waar zitten De Weert en Hammond ernaast? Die zitten vlak achter het groepje Bonen. Die zitten nu op pakweg 60 meter, 70 meter van Lijf Hosten. En die andere man van Colombia bij Hosten. Dus voor een goed begrip hebben we vooraan het groepje Klier, Eekhout. Dan hebben we het groepje De Volder, Bonen en Hausler en Co en Chavanel. En dan hebben we Hosten met Rabon daar nog bij, denk ik. Die eraf gevallen is vooraan. En dan komt dat groepje met De Weert. Dat is het overzicht. We proberen het bij te houden. Het is niet evident. Alles uiteen. Renaat, ben je er nog? Ja, dat groepje met Kevin De Weert, daar zit ook Nicolas Maas bij. En die vier hebben nu Lijf Hosten te pakken. En dan wordt er achterom gekeken en dat doen wij dan ook. En dan zien we voorlopig ja, 150 meter de voorwacht van het peloton. Ze zullen snel moeten komen hier. Hectiek. We hebben nog 5 leiders, dames en heren. Van Impe, Aysel, Gajek, verrassend sterk. Klier. En wie is de laatste? Eekhout. Aha. Of wat had je gedacht? Rambo.
Rambo. En hier heb ik Hausler ook al een paar keer zien demonstreren dat hij weer van die superbenen heeft. Hausler die zich in zijn sas voelt in de Vlaamse Ardennen. En hij moet opletten dat hij niet de fout maakt van in Kuurne. Laat het werk maar aan de andere man. Er zijn er genoeg bij van andere ploegen. Want ik mij zit af te vragen, die Hausler, wat kan die jongen niet? Klimmen in het hoge bergte zeker? En tijdrijden. Maar voor de rest is daar niet veel mis aan. Hè? Hij kan een harde koers aan, kan de wedstrijd meemaken. Zie maar de omloop het Nieuwsblad en zie ook nu weer vandaag. En kan het ook nog eens afmaken. Zie zijn formidabele sprint in de eerste rit in lijn in Parijs-Nice. Dat was indrukwekkend. Ik denk dat Clear daar wijst, ah, daar komt mijn mannetje. Ja, en Van Emden en Ouanaar en Maurits die gaan nu ingelopen worden door dat groepje Bonen, Chavanel, De Volder, ja. Hausler, Roelands en Burkhardt. Die zaten er nog tussen. Maar hoe lang gaan die daar nog tussen hangen? Die jongens die eruit gekanjerd werden hier vooraan. Dus Quickstep zit op alle fronten goed. Ze hebben hier vooraan Van Impe. Ze hebben daar in dat achtervolgend groepje De Volder met Bonen en Chavanel. En dan komt daarachter ook nog eens De Weert. Dat zijn vijf stuks. Dan vind ik dat de Rabobank op dit ogenblik een beetje bleek voor de dag komt. Maar dat nu moet goed maken. Als Quickstep hier kan bijkomen, en dat gaan ze ook doen, ja, dan moeten ze vol door. Hè? Vier man mee en vier man die een koers kunnen winnen. Ja, dan mag je niet aarzelen. Ik heb de indruk dat Gajek vooraan last heeft van versteven spieren. En hier zien we Bram Tankink, ook bij Rabobank, het ene probleem na het andere. Veel ellende, ook Heemen zagen we al eens een keertje langs de kant staan. Is dat nu pure pech? Zijn dat de omstandigheden of zit dat aan het materiaal? Renaat? Renaat. Straks Renaat. Wij weer naar IJssel. En Van Impe. En Clear. En Eekhout. En Gajak. Die we daar net zagen vragen aan een van zijn collega's. Wat is dat? Ik heb precies een spier die niet meer mee wil. Nu is er Renaat. Ja, we zitten in dat pelotonnetje met Greg Van Avermaet. En hier probeert vooral Rabobank de meubelen te redden. Met de sterke Tjalingi, met de sterke Heemen op. Ook daar nog altijd de volk van Skill Shimano bij. Dan herkennen we Koen de Kort. En dan zien we ook Johnny Hogerland opschuiven naar Roel. Karsten Kroon zit ook in dat groepje. Nick Nuyens. Ze herkennen ook Zieberg. Godard zit er ook bij. Boucher en Sentjes, dat is nog een man van Silence Lotto. Weiland ook nog in dat groepje. En dan helemaal achteraan zien we nog. Even kijken, dat is een man van Saxo Bank in het wiel van Rabot. Dat is Frank Hooy. Ja, dat zien wij nu in één beeld gevangen, allemaal. En we zagen ook dat Van Impe al een tijdje niet meer mee op kop komt. En dat is de logica zelf. Drie mannen van zijn ploeg op kop. Dus achteraan dat groepje gaan zitten en de anderen laten werken. Dat deed hij een goede 7-8 minuten nog wel mee op kop rijden. Maar het was misschien op dat moment wel verstandig om daar die kopgroep nog een beetje uit te dunnen. En om op die manier een groepje tot stand te laten komen van straks een man of 10 met alleen beren. Het is berenweer en dan moet je met beren vooraan werken. Komt Rabobank met al wat er nog overblijft van het geschut nog terug? Dat is de hamvraag. Rechts opdraaien. Dit is de aanloopstrook naar de Côte de Trieux. Die duurt wel even. En dit is een aanloopstrook waar de wind toch weer in het nadeel zal blazen. En dan ga je zien dat ze gaan afzien. Wie was weer de beste Belg in de openingstijdrit van Parijs-Nice? Kevin Van Impe. Daar heb je me. Niet in Milaan-San Remo, want alles op dit werk. En het mag wel dat Kevin Van Impe eens een jaar van geluk heeft na zoveel ellende en pech. En Van Impe heeft daags na Parijs-Nice, en hij heeft die uitgereden, ook die lastige rit, heeft daags na Parijs-Nice 6 uur getraind. En een dag later 3 uur achter de dernie. Je krijgt dus met andere woorden niks voor niks. Dan weet je waar hij naartoe aan het werken was. En is nog altijd. Een renner moet een kop op zijn lijf hebben en dat is bij Van Impe wel degelijk het geval. Ook slim koersen op dit ogenblik aan het wiel blijven zitten. Maar ook Eekhout lost dat weer allemaal slim op. En is Jandoli toch weer mee, hè? Nog een goede 60 kilometer. Hij is mee, maar hij kijkt nu om en hij ziet de overmacht van Quickstep. En dat zal hem toch wel niet echt plezieren. Tegen zo'n overmacht uiteindelijk toch nog aan het langste eind trekken is zo goed als onmogelijk. Zeker als je al die hele dag in deze omstandigheden op kop aan het fietsen bent. Of toch mee in de kopgroep aan het fietsen bent. Dit zijn omstandigheden die nog meer eisen van een lichaam dan
gewone omstandigheden. Dus er gaat veel meer energie verloren voor dezelfde inspanningen. Bij iets koelere temperaturen en vooral die nattigheid dan. En ze kijken dan achterom en dan gaat toch een enorme leegte. Een groot gat hoor. En ik doe nu al mijn klak af voor de manier waarop dit allemaal in beeld gebracht is. Want ook dit is berenwerk, hè. Kijk maar eens hoe die cameraman daar staat. En die staat daar de hele tijd, hè. Kilometer of 85 in weer en wind met een rug ook een beetje gesteven. Ja, dit zijn allemaal beelden met die nieuwe wagen, hè? Die Cineflex-wagen. Een soort westcam in een wagen gemonteerd. Voor het eerst gebruikt tot de Olympische Spelen in Peking. En nu eigenlijk bij wijze van experiment, bij wijze van test vandaag ingezet in dwars door Vlaanderen. Om dan optimaal te kunnen functioneren in de Ronde van Vlaanderen. Groepering, hergroepering of een groepje gevormd, zo moet ik het zeggen, helemaal vooraan. De namen, Chavanel, Bonen, De Volderen, Van Impe voor Quickstep, Roelands en Hoste voor Silan Slotto, Burkhardt en Heisel, Eiselbeter voor Team Columbia. Dan hebben we voor Milram, Gajek, voor Cervelo, Clear en voor M-Post, Sean Kelly, Nico Eekhout, de zoon van Mia. En de broer van Joke. Joke die op een twintigtal banners in de streek hangt en promotie maakt voor de E3-prijs Vlaanderen. De best gepromote koers in Vlaanderen. Stilaan de Beep van de streek van het worden. Aangewetend. Nu is het een beetje overleggen. We zitten in de nadenkfase. Het is tenslotte nog 60 kilometer. We gaan straks in de finale lijken zien. Mannen die gaan stilstaan. Na het slopende werk in deze omstandigheden. Ze hebben nu al allemaal gezien wat er te zien is. Oh, die van de blauwe mannekes, die zijn met vier. En als Tom nu af en toe zijn mond open doet, dan krijgt hij water binnen en komt hij geen drinken tekort. En gaat hij ook geen last krijgen van een opspelende spier. Er volgt een pelotonnetje op 40 seconden, zou de Weert daarbij zitten? We nemen aan van wel. Hier kijken we op de rug van Sylvain Chavanel. En dan is er eentje die de brug wil slaan, Renat. Godard, denk ik. Ja, dat bevestiging van wat je vroeg, De Weert, die is inderdaad samen met Hoste teruggezakt naar dat eerste peloton op de vloedbomen, zeg maar. Dat zou inderdaad Godard moeten zijn. Even omkijken en zien, is dit wel nuttig? Denk het niet, dan kun je beter daar achteraan mee het deel van je werk gaan doen als je inderdaad goede benen hebt. Ik denk dat hij nog jong en onervaren is en een beetje ongemakkelijk is. Hij heeft goede benen, hij voelt zich goed en hij voelt ook dat de trein daar vertrokken is. En als hij dat niet kan rechtzetten, dat misschien een verloren zaak is. En met die benen kan hij misschien wel meer verwezenlijken vandaag. Maar alleen gaat dat niet, hè, Christophe? Ja, het is wel leuk dat hij op die manier op Sport Vlaanderen Mercator een beetje in het zonnetje zit. Al is dat niet een gepaste term, uitspraak in dit soort weersomstandigheden. Want die ploeg heeft het ook al hard te verduren gehad. Vooral door het verlies van Frederik Nolf in de Ronde van Qatar. Godard woont bij Rick van Linden. Dat is zeg maar zijn tweede papa. Zijn koerspapa. Dit is Matthew Heyman. Ik vermoed dat Rick hem vanavond toch even apart zal pakken en zeggen, dat was niet zo slim, Christophe. Maar hij is jong en mag leergeld betalen. Daar is eigenlijk niks mis mee. Kop van de koers met voor de landgenoten gelukkig toch een handvol Belgen. En de Belgen die we toch mochten verwachten. Alleen Nuis ontbreekt hier van de landgenoten en natuurlijk ook Van Avermaat. Mocht u wat later ingestemd hebben, waarom zit Van Avermaat hier niet mee in dit groepje? Wel, Van Avermaat had een probleem, werd aangetikt in een val, zijn ketting brak en dan stond hij daar langs de kant en moest hij ellendig lang wachten op een nieuwe fiets. Dat kostte hem om een bij de minuut 20, misschien wel anderhalve minuut. Dan is hij van in de achtergrond teruggekomen met een beetje steun van Sebastian Lang, maar ik denk dat dan al een klein beetje de pijp uit was. Ja, die val kwam er op het slechtst denkbare moment. Natuurlijk. Eikenberg kwam eraan en dan volgden Oude Quaremont, Kalkoven, Pater. Hij was eigenlijk net terug voor ze opdraaiden naar die Oude Quaremont. Als je daar dan helemaal achteraan zit, dan kan je dat niet meer recht zetten. En op die manier zijn ze weer maar met één mannetje vertegenwoordigd in de kopgroep. De Belgische kampioen, Jurgen Roelands. Lijf Hoste, die hing op een paar meter, leek de aansluiting te kunnen vinden. Maar die schiet dan toch weer een paar procentjes tekort. Hij
zal dus nog wel een beetje werk hebben. En straks misschien de driedaagse van de Pannenkoekzijde nodig hebben om helemaal top te zijn in de Ronde van Vlaanderen. We zijn bezig aan de Côte Trieux, Chavanel, Bonen, de Volder van Impe. Nog eens overlopen, dan team Roelands voor Silans Lotto, Burkhardt en Eisel voor team Colombia, Gajek. Arthur Gajek, een Duitser van Milram, dan van Emden voor Rabo, Hausler en Klier voor Cervelo. Jens Maurits, die hangt er inderdaad nog altijd aan voor Vacan Soleil, Huanaar en Nico Eekhout. Maar dat zal niet lang meer duren met die Huanaar en die mannen die al eens gelost zijn zoals Maurits. Want ze gaan aan de trieu beginnen en die weegt een kilometer 100, 13% maximaal, gemiddeld 8%. En het zal in tempo zijn dat ze naar boven rijden. Weet je wie ik ook mis? Leukemans. Die had ik ook verwacht vandaag. Maar god ja, wat en hangt er allemaal vast aan zo'n koers? Hè? Iedereen heeft zijn eigen verhaal en het zijn vooral verhalen van pech. Maurits eraf. Voilà, zoals gezegd, Huanaar en Maurits, die kunnen dat niet meer bolwerken. En niet alleen Leukemans, ik mis ook Nuijers hoor. Ja, maar die is aan het proberen terug te komen. Die komt nu op 28 seconden, denk ik, Renaat. Ja, het zal allemaal te herdoen zijn hè, als je het zo bekijkt op de trieu. We worden weggestuurd tussen de kopgroepen en het peloton. En dan zie je dat peloton toch angstvallig dichtbij komen. Ze kunnen er zo naartoe rijden. Het is natuurlijk bergop. De Volder maakt hier een stevig tempo in de kopgroep. Maar daarachter het peloton toch verduiveld dichtbij gekomen nu. Dus de hergroepering zit er misschien wel aan te komen. Ja, toch opletten hoor. Op die trieu krijg je vaak een vertekend beeld. Het zijn nog altijd 24 seconden. Nuijers zit daar in tweede positie. En als ze ze voelen komen, dan denk ik dat bij Quickstep toch een van die mannen gaat versnellen ook. Het is een spel dat ze kunnen spelen natuurlijk. Gajek zakt er nu ook door. En het venijn zit hem in de staart bij deze Knokteberg. Die wordt alsmaar lastiger. En Volderke zit dus met zijn trappers te spelen. Ja, die hoort dat ook, hè, dat die mannen dichter komen. Dan zeggen ze tegen Volder, zet je nog eens op kop, jongen. Kan dat? Tuurlijk kan dat. Ik kan alles als ik een goede dag heb. En hij kan alles als hij een goede dag heeft. Het is een wereld van verschil in vergelijking met Milan Sanremo. Je krijgt een totaal ander wedstrijdbeeld. Het is allemaal veel aantrekkelijker. Alles ligt uiteen. De sterkste zitten vooraan. Al zijn er een paar die daar wat aan willen veranderen. Kijk, daar zit nu Nuijs in tweede positie. En die heeft zijn boezemvriend Van Weleer aan zijn wiel plakken. En die gaat nu niet meer overpakken op de Weert. Hij mag dat niet doen, hè. Nuijs wou hem wel meepakken naar Rabobank, maar dat ging niet. Hij mocht daar niet meer terugkeren, Kevin de Weert. En dan maar een terugkeer naar Quickstep. Nuijs gaat het nu alleen moeten doen, hoor. En krijgt daar niet veel steun van zijn ploegmaats. Heyman, die een beetje vooruitgeschoven werd als tweede kopman hier in het team van Rabobank voor deze koers. Dat is toch wat Nuijs me vertelde op de vlucht van Nice naar Brussel vorige zaterdag. Die zat daar wat ver. Maar die heeft ook al hard moeten werken om na een lekke band terug te keren, Renaat. Ja, de Volder heeft de hele trieu voor zijn rekening genomen. Met de Bonen in zijn wiel. Mooi, de winnaar van de ronde en van Parijs-Roubaix voor elkaar. En Hausler is de man in derde positie. En dat zijn de drie sterkste bergop. Nuijers maakt de sprong. Nuijers op en over de geloste Gajek. Die ziet die ander daar misschien nog net uit de bocht gaan. En moet nu een gat van 20 seconden dichtrijden. Ja, toch even nuanceren. Probeert de sprong te maken. Want zo simpel zal dat niet zijn, hè. Alleen. En ze zijn nu boven. Eigenlijk had hij er hier moeten bij zijn. De finesse reed in de nuance. We zien hoe ver hij komt. Het is een opgenomen beeld. We gaan nog eens kijken naar het sprintje van Nick Nuijers. Hij kletst op die manier zijn maatje Van Weleer de Weert gewoon uit het wiel. Gaat hier dan Arthur Gajek oprapen. Maar dan zit hij alleen. En dan kan hij bewijzen hoe sterk hij is als enkeling. In 21 seconden. Voorlopig gebeurt er niks aan het verschil. Met het verschil. En dat heeft met die overmacht van Blauw te maken. Chavanel, Bonen, de Volder en Van Impe. Vier man. De vier vooruitgeschoven pionnen. Weiland was misschien ook een schaduwkandidaat. Maar als je zo'n ploeg hebt en er zijn er vier mee, ja, dan ga je toch vol door. De ontwikkeling ook. Doet een beetje denken aan die van vorig jaar. Hm? Toen ook een overmacht. Maar niet van Blauw. Van Rood. Van Cofidis. En toen van Chavanel. Maar die is ook van kamp veranderd. Maar die zat vorig jaar bij Cofidis en die won toen mede dankzij Nuijers. Maar vooral dankzij een fantastische solo. Een enorme prestatie in gelijkaardige weersomstandigheden. Nog eens
taxeren wie is hier in die kopgroep. Roelands, gelukkig is hij als Belgisch kampioen voor Silence Lotto mee. Hij kan voor Silence de stilte doorbreken. En dan al dat blauw vooraan. Ze nemen het gewicht van de wedstrijd op de schouders. Met andere woorden, ik denk dat hun kopmannen zich goed voelen. En de chrono tikt een beetje verder weg in het nadeel van Nick Nuis. Het zijn er nu al 25 seconden. Om te werken. Nu ben ik eens benieuwd hoe Clear en Hausler en een paar anderen zoals Eekhout zich gaan opstellen. Maar nu vooral de kat uit de boom kijken. Hè. Het is nog 56 kilometer. We hebben nog twee lokale ronden. Eekhout heeft al veel gegeven. En nu zijn ze vooral naar die van Quickstep aan het kijken natuurlijk. Ze zijn daar met vier en die anderen gaan niet veel doen. Wie gaat dan het werk voor zijn rekening nemen? Als er te lang geaarzeld wordt, dan zit er misschien toch nog iets in voor de achtervolgers. Maar bij Quickstep gaan ze toch slimmer zijn dan dat. Chavanel die eens even omkijkt en die toch niet, zoals ik al zei, te veel last heeft van die verkoudheid waarvan sprake was in de kranten. Alles nog eens netjes steken waar het moet steken en ik ga naar Renaat. Ja, voor Nuis ziet het er op dit moment niet al te best uit. En de achtervolgende groep, ja, die wordt op sleeptouw genomen door Kroon, Hogerland, Goddard. Dat zijn de mannen die daar tempo maken. Het ziet er naar uit dat Nuis zal wachten op dat groepje. Toch nog een vrij omvangrijke groep waarin we ook Hunt herkennen. Waarin we verder ook nog Wouter Weiland gezien hebben. Nuis smijt zich in de afdaling. Ik heb het vermoeden, gezien zijn evolutie nu, dat hij een probleem gehad heeft vlak voor het opdraaien van de Quaremont. Want daar zat hij met zijn ploeg toch wel een beetje ver. Daar waar hij in de pre-fase van de Quaremont met Rabobank toch nadrukkelijk helemaal vooraan verscheen. Nuis met achter hem het volgende peloton. Dit is Bonen op kop. Maar het is, zoals je zei, nog altijd 54 kilometer van de aankomst. We rijden nu naar het Vossenhol in Tiegem en dan trekken we door Avelgem, Anzegem en dan door Tiegem zelf. Hausler die nog wat kledij aantrekt. Ja, het stilaan koud begint te krijgen. Dat is toch niet zo'n goed teken. Als je gepakt wordt door de kou op zo'n dag, dan is het moeilijk om opnieuw wat warmte binnen te hebben. We zijn op 4,5 kilometer van het Vossenhol, dames en heren. Nog eens de samenstelling van deze kopgroep. Chavanel, Bonen, De Volder van Impe. Dat allemaal voor Quickstep. Dan hebben we voor Silence Lotto Jurgen Roelands. Dan hebben we voor Team Colombia Burkhardt en Aizel. Nog twee bepalende figuren. Hoe gaan zij zich opstellen tegenover het overwicht van Quickstep? Jos van Emden van Rabobank. Die gaat natuurlijk niet meerijden. Dan hebben we voor Cervelo het koppel Hausler-Clear. Dat is een kloek koppel. Dan hebben we Nico Eekhout. Die altijd slim koerst. Bij het buitenrijden van Berchem. Berchem Oost-Vlaanderen. Misschien dat ze straks de groep nog een klein beetje zullen proberen uit te dunnen in de strook naar Nokeren. Na het Vossenhol gaan ze weer een strook in de oppervlakte krijgen waar de wind op de zij staat. Dan zal het toch een kwestie zijn van attent alert te blijven in deze kopgroep. Als Quickstep daar met een man of 3-4 naar voren schiet. We hebben in het verleden al vaker gezien dat daar nog een breuk valt in zo'n kopgroep. Je krijgt hier nu het patroon van Kuurne-Brussel-Kuurne. Je hebt, net zoals in Kuurne-Brussel-Kuurne, dat middenrift gehad met de Vlaamse Ardennen. En dan moet je een brug slaan naar die plaatselijke Coronde. En dat is altijd zo'n beetje niemandsland. De koers ligt een klein beetje vast. En wat gaat er nu gebeuren? Komen ze nog terug of niet? In Kuurne-Brussel-Kuurne zit je dan meestal met een vol peloton dat zich weer formeert. Dit jaar niet, ook door de weersomstandigheden, maar meestal wel. Hier is dat totaal anders, want hier is de verbrokkeling compleet. Ja, en in Kuurne-Brussel-Kuurne zit je dan meestal met een vol peloton waarbij Quickstep vol gaat meewerken als die vooraan niet mee zijn. En hier zijn het enkelingen. Kijk, je hebt er een paar van Rabobank met Chalingi onder meer. Maar dit is geen gesmeerde organisatie op dit moment. Chalingi, ook hij reed 250 kilometer op kop in Milaan-San Remo. Of was het zelfs nog een beetje meer? Renaat. Ja, valpartij van een seingever op een rotonde, maar de kopgroep is er gelukkig zonder problemen langsgeglipt. En die motor, ja, die ligt daar een beetje ongelukkig voor het peloton. De eerste achtervolgende groepje dat daar zo meteen aankomt. Dat krijgen we hier in beeld. We worden heel knap op onze wenken bediend. En dan zien we dat Nico Eekhout daar net langskwam. En dat ook Tom Bonen heel even moest opletten. We zitten weer met de camera
in de auto, op de auto. En dan krijgen we dit stabiele beeld. Nog 52 kilometer. De Volder op kop. Aysel, overlever van de vroege vlucht. In vorm, Burkhardt. En die ploegen hebben elkaar gevonden, dus ze draaien goed rond. Hier is de machine op gang gekomen. En hier nog eens dat beeld van de seingever die daar tegen de grond ligt. En de rest van het groepje dat er langs gaat. Er wordt een val gesignaleerd van Tom Stamsnijder. Die was niet voorzien. Tom Stamsnijder. Tom Stamsnijder. Moeilijke naam. Die is erbij gekomen in de plaats van Flens. Die zie ik afmelden. Hetzelfde als Tom Steels, hè? Ja. Ook al is Tom Steels gehoord. Is weg. Bernard Aysel achteraan. Bij de junioren, dat heb ik al zo vaak gezegd, maar dat is eigenlijk aan commentaar geven. Bij de junioren walsen die alles plat. Die won de wereldbeker voor junioren. En niet zomaar, maar gewoon door de rest te overklassen. Dat heeft hij tot dusver bij de profs nooit gekend. Ik zit eigenlijk een beetje te wachten op... Oeh, daar de mannen van Rabobank. Dat is die val van Stamsnijder. Ja. Dus ik zit een klein beetje te wachten op de doorbraak bij de profs van Aysel. Dat wil zeggen, een dikke koers winnen. Ja, en die val is natuurlijk ook niet goed voor de organisatie daarachter. Het waren juist de mannen die wilden rijden, die van Rabobank. En die slaan dan tegen de vlakte, tegen dat je dan weer op die fiets zit. En alles weer wat op zijn plaats zit. Ja, dan gaat er ook wel wat tijd over. En vandaar de voorsprong opnieuw 40 seconden. Met dank aan Vacances Soleil. Waar we Hogerland lange beurten zien trekken. En waar de Weert als een perfecte waakhond zit geposteerd. En waar de ploeg van Saxo Bank toch wel bleek voor de dag komt. Een mannetje in vierde positie, maar het is niet echt met veel goesting. Dat zie je duidelijk. Ja, de Weert die gaat niet op kop komen. De man van Colombia gaat niet op kop komen. Er zit Van Avermaat. Er is nauwelijks of geen organisatie hier, de voorsprong. Klein beetje aan het stijgen, ja. Roep maar eens goed, Johnny Hogerland, want op die manier is het een verloren zaak. Is het kalf verdronken. En ja. Hier nog eens de valpartij, denk ik, van Tom Stamsnijder. Vorig jaar IJzona winnaar in de Ronde van Spanje van een etappe. Dankte zijn nederlaag uiteindelijk aan zijn overmoed. En dat was ten voordele van Clear. En dat was al het jaar voordien, als ik me dat goed herinner. Ja, hij is terug in het peloton. Daar is Boucher, die nu van de kop afgaat. De marathonman uit het noorden van Frankrijk, die een lief heeft in Antwerpen. In de Weert doet dat goed, hoor. Dat storen en dat afstoppen en vooral dat autoritair tonen van wij zijn hier de ploeg. Wij zijn hier de mannen die te kloppen zijn. En jullie keren niet meer terug, terwijl Heijmen nu toch weer naar voren schiet. En rechts voor Milram zag ik Terpstra. Alles is in één beeld te vangen en toch is het verschil 3/4 minuut. En kunnen ze hier vooraan tempo rijden. Hoe zit het weer met de wind in deze fase? De wind zit nu in het nadeel, straks het Vossenhol. Daar heb je nauwelijks last van de wind, want dan zit je beschut tussen het bos en de bomen. Maar als je boven komt, heb je een kilometer of 5-6 de wind in de rug en dan dat stuk zijwind naar Nokeren, hè, voor we naar Nokerenberg gaan. En op Nokerenberg gaan we dan links richting Waregem, waar we weer tegenwind gaan krijgen. En in de lokale ronde heb je een stuk zijwind, wind in de rug en tegenwind. Straks nog een beetje rekening mee houden en uitleggen, want dat zullen we nodig hebben, zeker als er solo-pogingen zullen komen. En weer een solo-poging in het kamp van de ploeg van Christophe Sercu. Van Walter Plankaert. Het is een beetje ontdaan. Wat gebeurt er allemaal? Is dat Koenen? Ja, ik denk het. Johan Koenen. Uit Wellen. De Limburger. Goed op dreef. Ja. En die wil altijd wel koersen. Winnaar van de omloop het Waasland. Maar de mot zit erin, hè, Johan. De factor de Weert. En vooral vermoeide gelederen. Hè. Verkleumde gelederen. Ah, daar komt de Heijmen, toch? Chalingi niet? Ja, het is Chalingi. Inderdaad. Ex-winnaar van de Ronde van België en dan Weert. De Weert op dat wiel. Innerverend, hè? Ja, nu moet je ook wel rekening houden met het feit dat ze vooraan gewoon tempo rijden. Hè. Daar gaan ze op dit moment niet versnellen. Als ze voelen dat ze weer wat druk krijgen van achteruit, dan gaan daar weer een paar mannen van Quickstep zich op kop zetten. En zo is het bijna onbegonnen werk voor deze jongens. En daar vooraan worden ze natuurlijk uitstekend begeleid in de oortjes door de uitleg van de ploegleiders.
gewoon tempo blijven maken, mannen. Hier achteraan zijn ze ook moe en we hebben alles perfect in handen. Het ziet er toch naar uit dat de mannen van Sinans Lotto de kaart Roelands voluit trekken, want die doen hier niks. Ze volgen. Maar wel met vermoeide mannen. Nou, hoeveel jongens zitten daar nog? Een stuk of 2, 3 zag ik. Hosten en Van Avermaat moeten daarbij zitten. Roelands draait gewoon mee rond. Koerst met andere woorden op positieve wijze. Zal dan toch een signaal gegeven hebben. Ik zie het goed. De bachelor in de lichamelijke opvoeding. En intelligent als hij is, zal hij misschien ook wel een paar mannen als bondgenoten gaan zoeken in dat groepje. Want die hebben ze allemaal nodig als ze tegen 4 quickstep-renners moeten optornen. Nee, als Roelands eens met Eickhout kan gaan praten en met Burkhardt. Ik weet niet hoe zijn Duits zit. Maar dan moeten ze misschien op die manier proberen een coalitie te smeden. Met het risico natuurlijk dat je met lege handen achterblijft. Maar dat is nu eenmaal zo. Als je in een minderheidssituatie zit, dan moet je wat geluk hebben. Ze doen hier allemaal een duit in het zakje. Zie maar Bonen. Ook hij werkt vol mee. En dan zien we Andreas Klier. Die is altijd bereid om te werken. Klier dus een overlever van die lange vlucht van oorspronkelijk 13, dan 11, dan 10, dan 9. Die is voortdurend uitgezift, uitgeschift. En dan is er de putsch gekomen van de mannen van Quickstep op de oude Kwaremond en de Paterberg. In één druk naar voren met al hun grote kanonnen. En daardoor dus een nieuwe samenstelling van de kopgroep. Met andere woorden, overlevende van een vroege vlucht en nieuwe jongens. Renaat. Ja, die vroege vlucht, het is merkwaardig aan die vlucht was dat die mannen die vooraan wegvielen, allemaal wegvielen door materiaalpech. Dat was sneu voor de jongens, onder meer Heijmen was een van die slachtoffers. Hier opmerkelijk voor in de kopgroep, ja opmerkelijk, logisch eigenlijk, is het Linkadore van Nico Eickhout. De hele tijd in laatste positie, af en toe laat hij zo'n gaatje vallen en dan moet er iemand anders geïrriteerd dat gaatje dichtrijden. Eickhout zeker iets van plan straks in die finale. Dat hij groot gelijk heeft. Tja, ik weet niet of het Linkadore is hoor. Helemaal niet. Als je al een hele dag zoveel hebt gegeven, dan heb je ook recht op een beetje rust. Als je de gezegende leeftijd bereikt hebt van, is het 38 of 39? Dan mag je dat, volgens mij. Hij mag dat natuurlijk, maar ik denk dat hij zich toch al wat vermoeider voelt dan een aantal andere jongens die pas in een latere fase van de wedstrijd naar voren zijn gekomen. Denk terug aan het Belgisch kampioenschap in Antwerpen. Denk terug aan dwars door België 2001, 2005. Pas op, hè. Regenweer. Maar ik houd er altijd rekening mee, hoor, Michel. Dat is het niet. Sprint in de tweede etappe van de driedaagse van de Pannen een paar jaar geleden. Oh, 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 oh. Er bestaan ook geen mirakels natuurlijk in de koers. De meest frisse van de kopgroep is hij in elk geval niet. En het is ondertussen 49 seconden en altijd maar weer dat afstoppingswerk van Kevin de Weert. Als hij de koers vandaag wint, dan is dit niet meer dwars door Vlaanderen, maar Eickhout koersen. Want dan komt hij met 3 overwinningen helemaal aan de top van het lijstje. Er zijn er tal van die hier 2 keer gewonnen hebben, maar 3 keer nog nooit. Ja, er zijn er inderdaad wel veel die 2 keer gewonnen hebben. Museeuw, Hofman, Van der Aarden, Walter Plankaert, Daniel van Rikkegem, Walter Godefroot, Brik Schotten, Raymond Impanis, allemaal goed voor 2 zegens. Eickhout dus ook, maar niemand die hier voor een hattrick kon zorgen. Koenen wil wel, maar de Weert niet, dus de Weert op dat wiel. Voorbeeldig. En ook Weiland is aan het front verschenen. In 4e positie. Ook hij aan het wiel. Dan komt Nuis. Maar die moet dan helemaal van de 5e positie naar voren komen. Buiten Nom. Dat duurt wel een tijdje vooraleer je die stationnetjes overbrugd hebt. Ik denk dat we hier een kruis mogen overmaken. En dat we ons hier mogen op oriënteren. Absoluut. Want we gaan stilaan naar die minuut. En dat is dan ook een mentale kaap die gerond wordt. En kijk ook hoe de samenwerking is in die kopgroep. Ze weten dat Quickstep de machtigste ploeg is in deze kopgroep, maar iedereen wil wel op die manier naar de finale zonder dat ze nog veel bestookt worden voor de finale en dan zien wat er nog mogelijk is. En ondertussen heeft Eickhout weer zijn beurtje gedaan, niet te lang op kop, maar toch ook wat goede wil getoond. IJssel, ook met een brede karkas. Ook hij is wel een beetje bestemd tegen het koude weer. Van Emden er is zo'n beetje zoeken. Wat is die jongen waard? Vorig jaar nog goed voor 3 overwinningen, maar dan wel bij Rabobank 3. Ritjes in gerenommeerde rittenkoersen bij de amateurs. Ronde van Normandië, ronde van de Alpe d'Isère en de ronde van Lyon. Dus respectievelijk in Frankrijk, in het zuiden van Frankrijk, enfin het Alpengebied en in Spanje.
Ja, een jaar of drie geleden heeft hij er zo eens 8 gewonnen. Dus het is wel iemand die weet wat winnen is. En als neoprof kan dat wel tellen wat hij hier doet. Zeker weten. Ook al is het maar een koers van 200 kilometer, na 155 kilometer gezien de weersomstandigheden, weegt dit enorm zwaar door. Jurgen Roelands wordt getraind door Fred van der Vennet. En zegt Fred van der Vennet, zijn progressiemarge is nog enorm, omdat hij nog niet zoveel volume getraind heeft. Hij is daar nog in aan het opbouwen. Hij had als student niet veel tijd om dat volume binnen te halen, dus kan hij dat nu rustig aandoen als prof. En het is natuurlijk dubbel, hè. Is het een goede zaak dat hij Belgisch kampioen is geworden? Tuurlijk is dat een goede zaak, dat is altijd een goede zaak. Maar aan de andere kant, had hij nog een paar jaar langer kunnen rijpen in de luwte, dan had hij dat volume op een rustiger manier kunnen opbouwen. Nu wordt er al zoveel van verwacht. Kijk naar Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij werd genoemd bij een van de jongens die gefaald hebben. Mm-hmm. Maar heeft Roelands daar gefaald? Ja, oké, hij kon niet volgen op de Oude Quaremond, maar tweedejaars prof. Je mag met jongeren dus nooit te snel oordelen. Je mag dat eigenlijk nooit met sportende individu's. Lefevre heeft meestal gelijk. Als hij gelijk heeft, dan zeggen we het ook. We maken pas een bilan op aan het eind van het voorjaar. Dat wil zeggen na Luik Bastenaken-Luik. En dan zullen we eens klappen. Een minuut en 1. En komt er nu nog wat van organisatie daarachter? Ik vind dat de organisatie hier vooraan bewonderenswaardig is. En hier nu ook. Kijk, Vacan Soleil met Rabobank. Toch een man of 6 nu. Hij ziet er weer beter uit. Met Heijmen, met een vertrokken gelaat. Een leuke mans die zelf ook op kop moet komen. Ja, dat kan niet anders. En Nuijens ook. Een Hogerland dan weer. En het is daarachter harken, want we zitten met een stuk zijwind. Dus op die manier gaat het hier een kwestie van overleven worden. Er ligt er al een stuk of 5 af. Er is geen enkele aangezichtspier die nog normaal werkt. Kijk eens naar die verkleumde gezichten. Het zijn smoetjes die nauwelijks nog herkenbaar zijn. Het zal straks binnenkomen zijn en zit al presto naar de bus om wat warmte te zoeken. Als Renaat Schotten ons hoort en mag ons rustig eens iets vertellen over gevoelstemperatuur. Het is wel een graad of 6, 7 zeker, maar hoe voelt dat aan, Renaat? Het voelt verschrikkelijk aan. Dit is met voorsprong de wedstrijd waar ik het meest kou geleden heb op de motor in de 5 jaar dat ik nu op de motor zit. En ja, het staat inderdaad 5 graden op het computertje van de motor. Maar die handschoenen van ons en ook van de renners, die zijn volledig doorweekt. Je ziet af en toe renners hun handschoenen uitwringen. Dan zie je dat water eruit kussen. We hebben hier nu al de hele tijd hagel gekregen. En het voelt al zo koud. En dan die wind, verdorie, met mijn gezicht, ik weet niet. Ik ben volledig gevoelloos. Al het woorden, geheugenverlies behoort ook tot de mogelijkheden. Geheugen zou ze te zeggen in West-Vlaanderen. Het is echt moeilijk om op deze manier de koers te volgen, maar toch een privilege om hier op de eerste rij te zitten. Ja, maar je moet het maar weten, Renaat. Je wilde niet luisteren toen ik daar straks zei dat je een jas moest aandoen en niet op t-shirt op die motor moest. Dus, kou leiden, man. Trekjes van Alzheimer, als ik dat goed begrepen heb. Maar daar komt hij wel overheen. Straks met een goede grog. Nog 43 kilometer van Impe. Het zou eigenlijk wel eens leuk zijn mocht Van Impe eens bekroond worden voor zoveel werk. Maar komt dat daar wel van? Want Chavanel die heeft natuurlijk ook wel van het werk van Lefluit geproefd. Vooral winnen in Vlaanderen. Dat heeft van hem een nieuwe mens, een nieuwe coureur gemaakt. Hier, dwars door Vlaanderen, een jaar geleden. Daar is eigenlijk de nieuwe Chavanel opgestaan. 56 seconden. Er gaat een klein beetje van af. Maar hier weten ze dat natuurlijk ook. En daar komt Nico Eekhout. Uiteindelijk is hij in deze ploeg terechtgekomen. De ploeg van Sean Kelly, mede dankzij zijn twee broers. Je hebt de aannemer, een broer die aannemer is. En een broer die een autobedrijf heeft. Kijk, hier, en die hebben een mede gesponsord. Ja, kijk, hier breekt het, hè. Door dat werk van Rabobank en Vacan Soleil. Zij zeggen, we gaan niet iedereen laten mee profiteren. Van Avermaat die daar ook weer in een situatie gedrongen wordt waarbij hij een gaatje gaat moeten dichten. Ze pakken een deel van de weg. Dat moet een beslissing zijn van het koppel Nuijens-Leukemans. Want dat zijn twee boezemvrienden, allebei van Bevel. Die komen perfect overeen. Allee, we gaan onze ploegen aan het werk zetten en we gaan zelf ook meeknallen. Dan kunnen we misschien toch nog wel een beetje indruk maken. Hogerland, mooi. Winnaar van de driedaagse van West-Vlaanderen, Hogerland, dan Leukemans aan het wiel. En de derde man van Vacan Soleil is oud-winnaar Frederik Veugelen.
de Fred. Hij licentiaat lichamelijke opvoeding. Daar heb je hem. Toen hij hier won, reed hij de laatste ronde in het gezelschap van Boucher. Maar die moest eraf. Op de Holstraat. En dit is Heyman. Een Australier die ooit kampioen van Nederland werd bij de belofte. Ja, klopt. Het reglement liet dat toe. Hij spreekt ook goed Nederlands. Toen ook al. Toen ook al. Al spreekt hij dat nog altijd een klein beetje alsof hij een kauwgum in de mond heeft. Op een goede 12 kilometer van de eerste doortocht hier, dames en heren, in Waregem. En dan gaan we twee lossen trekken van 15 kilometer. 15 kilometer elk, met telkens de beklimming van de Holstraat. Komt er nog wat tussenin? Ja, hè? Nokerbergen. Nokerberg is eigenlijk de sprong naar de lokale rondes. Eentje Nokerberg achter de rug hebt, dan zit je op het circuit dat nog twee keer moet gedaan worden als ze aan de finish voorbij komen. Twee keer 15 kilometer, dus nog een lokale ronde van 30 kilometer. En we gaan zo stilaan richting Nokerberg. We vermoeden nog een uurtje koersen en dan zijn we thuis. Rekening houden ook met harde stroken tegen wind. Tom Boonen, winnaar van Kuurne, Brussel-Kuurne. Tom Boonen, die niet meesprintte in Tirreno Adriatico in de laatste etappe. En daar links en rechts al een klein beetje kritiek voor kreeg. En dan, na het mistasten in Milan Sanremo, had je al de reflex van, zie je wel? Je moet overal meedoen voor winst, als je kunt meedoen. Je ziet aan die voorsprong dat ze het hier wel onder controle hebben natuurlijk. Die zakt een paar secondjes, daar komt dan weer een paar seconden bij. Maar nog zo'n bresdichte van 50 seconden met een man of vijf daarachter. Simpel is dat natuurlijk niet. Wat het ook is met de landgenoten in Milan Sanremo, dat is het volgende. Zij die daar starten met eventueel een winstkans, die hebben in hun achterhoofd dat Vlaamse werk zitten. Daar 100% zijn. Daar moeten we, als het kan, 105% zijn. In Milan Sanremo, dat pakken we mee aan 90-95%. Al is over de procenten praten altijd wat ongelukkig, maar u begrijpt wat ik bedoel. Als het even kan, pakken we het mee. Maar in Vlaanderen, dwars door Vlaanderen begint het. Nou, je mag niks laten liggen in deze periode. Je mag echt niks laten liggen. Er zijn niet zoveel kansen, hè? Nee, dat is waar. Een tiental. En die zijn rap weg, hè? En dan neem ik nog eens alle etappes van de driedaagse aparte. Ik denk dat Nick Nuis hier af en toe zin heeft om eens in de kuiten van Kevin De Weer te gaan bijten. Daar zit Leiland. Leiland zit er ook bij. En ik zag Godard ook overleven in dit groepje. En hier hebben we dan Camano, Iker Camano van Fuji Servetto. Kijk, hier is Christophe Godard. Af en toe met een impuls. Al is het nu wel om aan het wiel te komen. Ja, te proberen niet in die zone terecht te komen waarbij je weer vol in de wind moet. Een beetje plaats zoeken op het kantje, maar niemand laat je daar natuurlijk tussen. Hè. 45 seconden. We zaten aan een minuut. Ze komen nu weer een klein beetje dichter. Maar laat u niet verrassen of in de war brengen door dit shot waarin je alles vangt. Het bedriegt een klein beetje. Het is een prachtig shot, maar het bedriegt inderdaad zoals je zegt. Want het is fenomenaal mooi om te zien. Die Cineflex-wagen is een aanwinst voor de koersverslaggeving, nu al. We gaan nu 5 seconden zwijgen om de schoonheid laten te spreken. Allee, maar uit. Langer gaat echt niet, hè, Buik. Ik zag het al aan uw ogen. Ik moet hier iets zeggen. Spijtig jij thuis wel eens? Meer dan mijn lief is. Maar goed, dat is voor een andere keer. Van in de achteraan. Een kwartet en twee duo's. Het kwartet van Quickstep, duo's van Cervelo en Columbia. En dan wat enkelingen. Jurgen Roelands en Nico Eekhout en Jos van Emden. Bij het verlaten van het grondgebied Ortegem, Petegem. De grond van Mario de Klerk. Chavanel, die probeert warm te krijgen wat koud heeft. La Machine. Uit Châtellerault, die bij voorkeur gaat trainen in dit soort weersomstandigheden. En het moet al echt heel koud zijn alvorens hij handschoenen aantrekt. Maar vandaag heeft hij daar wel voor gekozen. Hij mag dan al verkouden zijn. Ik denk dat hij adem genoeg heeft als ik hem zo zie rijden. En Volderke.
paar keer indruk gemaakt op de oude Quaremont, op de Trieu, verhinderd dat de anderen terugkwamen. En nu laten ze die andere ploegen eerst wat werken en dan komt er allicht nog een versnelling. Je hebt het niet perfect tegen kunnen, tegen dit koude, barre weer, tegen die pletsende regen die zo al verkleumend werkt. En dat zou te maken hebben met de grootte, de breedte van de bloedvaten. Bredere bloedvaten, bredere doorstroming. En dan kun je dus een eind langer mee dan de vaak wat schrale, schriele mannetjes die nu al wellicht thuis zitten. Renaat. Ja, ik zal de verkeerde bloedvaten hebben, denk ik, in elk geval, want we zitten hier gewoon te sterven op de motor. En ja, ik heb ook al heel veel renners zien molenwieken om warm te krijgen. Ijssel bijvoorbeeld is daar specialist in, op een bepaald moment leek hij bijna te gaan opstijgen. Ik weet niet waarmee we dit moeten vergelijken, het voelt een beetje aan alsof we bezig zijn aan de Elfstedentocht. Ja, Renaat, eindelijk voel jij eens hoe je opa Briek zich destijds zo vaak gevoeld heeft. Ja. De tijden natuurlijk, met andere kledij ook. Respect voor die mannen uit die periode. Opa Schotten heeft deze koers overigens twee keer gewonnen. En dat was in een periode waarin niet dwars door Vlaanderen gereden werd, maar dwars door België. En dat was toen een rittenkoers van 2 dagen. Een rittenkoers van Siene naar IJsden en dan eentje met de aankomst in Waregem daags nadien. En dan werden de uitslagen gewoon opgeteld. En Schotten won hier en was hier ook eens een keertje derde. Het was in 59, precies 50 jaar geleden. En toen won Roger Baans uit Molenstede bij Dist. Die was kampioen van België geweest bij de onafhankelijke. Won later 3 etappes in de Vuelta. Een etappe in de Ronde van België, in de Ronde van Nederland. Enfin, een veelbelovende coureur die vaak won bij de amateurs, maar ook bij de profs. En die is nooit zijn prijs mogen komen in ontvangst nemen, omdat die 59er wij weer op Nokerenberg zijn, waar de volder vol doortrekt, omdat men hem op een verkeerde plaats gezet had in de tweede etappe. En Proost kreeg de beker en de bloemen mee naar huis. Het is pas achteraf dat Baans in een krantje las: je hebt gewonnen, jongen. Anders. Even kijken hier op Nokerenberg, want Bonen voelt zich altijd goed op Nokerenberg en gaat ook naar de koppernaad. Ja, psychologisch steekspelletje lijkt het wel tussen Halsner en Bonen. Halsner die overnam van de volder. En dan Bonen die even langs de Duitser ging rijden en is goed naar hem keek om te laten zien wie op dit moment de sterkste zijn. Boven op Nokerenberg, nu linksaf in gestrekte draf richting Waregem. Ja. Opletten voor Halsner. Neem die niet zomaar mee naar de sprint. Hè. Maar zover zijn we nog lang niet. Hè. Nog 37 kilometer en er gaan nog aanvallen volgen bij de Vleet straks. Voorsprong is weer wat gestegen naar 49 seconden op dit achtervolgende groepje. Man of 15. Boucher die hier nog eens gaat proberen er wat van af te doen. Er zit weinig op. En daar zie ik in de verte nog achtervolgers. Een stam te groot. En dan komt natuurlijk ook weer luitenant De Weert naar voren. Ik denk dat Van Avermaat daar de sprong gaat maken van een groepje 3 naar het tweede groepje. En dan zien we Nijus ook weer inschuiven naar de 4e of 5e plaats hier in dit achtervolgende groepje waar Boucher helemaal doortrekt tot aan het bochtje. Dat is 49 seconden, handgeklopt. En Weiland die komt daar wat naast rijden, jongen. Het heeft geen zin. Wij houden u lekker aan het touwtje. Ik wil graag de uitleg van Rabobank horen. Waarom liep het mis? En er zijn zoveel mogelijkheden. Ze zaten in het gevring naar de oude Quaremont goed vooraan. Op een bepaald moment waren ze daar weg. Heeft dat te maken met die late golf die van links of van rechts kwam? Of is er iets gebeurd? Hebben ze moeten uitwijken voor iemand? Het kan van zo'n kleine zaken afhangen dat je inderdaad de uitleg achteraf moet afwachten, Renaat. Ja, Boucher probeert die achtervolging op gang te brengen. Maar dat is bijzonder ondankbaar. We hebben ons terug laten uitzakken. Weiland en De Weert die zitten hier voorbeeldig af te stoppen. En op veel andere ploegmaats van koplopers. Ze zien ook een Heijmen voorin zitten. Godaan zit daar nog tussen van Topsport. Nijes komt er naar voren geschoten. Nick Nijes gaat hij nog iets proberen. Ook Hogerland en Leukemans positioneren zich. En Rabobank gaat hier toch nog iets proberen. Nijes zet zich op kop van het peloton. Pelotonnetje met ook nog een Veugle daarbij. En nog een Koenen en nog veel andere. Andere jongens, kijken of ze hier nog iets uit de brand kunnen slepen onder impuls van de Rabobank. Ja, Nijes en Heijmen, dat zijn de sterke mannen bij Rabobank in dat achtervolgende groepje. Maar 48 seconden en dan altijd dat blok van De Weert en Weiland. Die allebei ook een goede koers rijden hoor. Je moet niet altijd in de kopgroep zitten om een uitstekende koers te rijden. Ze maken indruk.
Van Impen heeft zich achteraan gezet op 36 kilometer van de aankomst, op 6 kilometer van de eerste passage hier aan de aankomst, waar toch een paar moedigen onder hun paraplu gaan schuilen. Wat dat betreft treft de organisatie het niet. Al bleef het bij de start toch nog lang genoeg droog. Het regende pas vlak tegen het startsignaal aan. Maar onderweg de hel. Nog eens even vertellen, dames en heren. Toen deze uitzending begon, reden er 10 voorop. Van Impen, Eekhout, Van Emden, Maurits, Klier, IJssel, Arabon, Gajek en Ouanaar. Die werden er in de bergzone, enfin, een deel daar toch van, eruit geranseld. Van Impen wist te overleven. Eekhout ook, Van Emden ook, Klier ook, hebben dat uitstekend gedaan. En IJssel ook, dat zijn er dus 5. Dan kwam er uit de achtergrond een deel bij, met vooral de mannen van Quickstep. Met z'n 4, vooral de Volder die echt imponeerde op de bergjes. En Bonen die handig meeschoof. En Chavanel die ook een deel van het werk opknapte om 1 vooraan te geraken en 2 deze kloof wat uit te diepen. Dat is zo'n beetje de samenvatting van deze wedstrijd. Dus gaan we nu naar de fase van de waarheid, naar de echte diepe finale met hier Tom Bonen, die hier voor de 2e keer gaan winnen. Ja, en die aan de volgwagen eten en drinken is komen halen. Hier kan dat natuurlijk wel. Algemeen gemiddelde na 2 uur koers, of na 4 uur koers, liever 42 kilometer en 450 meter. Dat begon met een eerste uur, waanzinnig eerste uur van 47,5. Dan een tweede uur van 46. Kwamen we aan een algemeen gemiddelde van iets minder dan 47. En nu zitten we dus op 42,5. Die hele strook tegen de wind in heeft dat gemiddelde naar beneden gehaald. De Volder. Berensterk met Klier in het wiel. De Volder dan met die trui daarachter die hij vorig jaar droeg. Als hij goed is, dan kan hij het niet wegstoppen. Volgende week start de Volder ook als kopman in de driedaagse van de Pannenkoekzijde. En dan is hij natuurlijk ook kandidaat voor winst. Dat zal allemaal een beetje afhangen van de ontwikkelingen in de eerste etappe. We noemen dat de lastige etappe, die naar Zottegem met een helling of 11. Lastig hoor. Ook in die plaatselijke ronde, een lange plaatselijke ronde van ruim de 30 kilometer. Een paar lastige hellingen met de Perendries als potenbreker. En ook de Eikenmolen, de nieuwe helling sinds een paar jaar in de Ronde van Vlaanderen. Als de Volder daar kan overleven en mee kan gaan met de eerste jongens, dan heeft hij natuurlijk kans. Want volgende week wordt de driedaagse afgesloten met een tijdrit van 14 kilometer. En ik denk dat ze het bij Quickstep Sylvain Chavanel wel zouden gunnen. Mocht het kunnen lukken dat Sylvain hier voor een 2e keer wint, dan zou dat een goede zaak zijn ook naar de klassiekers toe. En dan heeft hij al iets moois achter te kiezen. En in de Ronde van Vlaanderen is het dan misschien wel interessanter, publicitair interessanter, om de kaarten Volder en Bonen te trekken. Ja, en vooral ook na zijn werk in Kuurne, Brussel-Kuurne, waar hij het eigenlijk in zijn eentje opknapte, vooral toen Fletcher aan de haal ging. Ja, want de Fransen kunnen daar niet zo goed mee leven. Hè. Sylvain wordt daar overal mee geconfronteerd in Frankrijk. Is dat nu waarvoor je naar Quickstep bent getrokken? Om te helpen voor iemand anders? Mag jij je eigen kaart niet trekken? En die jongen is wel slim genoeg om te beseffen van zo werkt het niet in de koers. Maar als die vraag altijd maar weer blijft komen, op de duur gaat dat toch in je hoofd spoken. Dus zou het een zeer goede zaak zijn voor Quickstep als Chavanel hier vandaag kan winnen? De Fransen zijn Alexanders. Alles voor mij en niks voor een ander. Dichterlijke vrijheid. Nuis heeft daarbij Cofidis een soort van paleisrevolutie teweeg gebracht door een ander systeem in te voeren. Wij gaan als ploeg naar de koers. Het maakt niet uit wie wint. Als het Chavanel is in Vlaanderen, wel, dan is dat zo. En dat was een verrijking voor ook nogal wat Fransen, zoals een Minard bijvoorbeeld. Die zag dat allemaal wel zitten. Maar goed, ze zijn er eigenlijk allemaal vertrokken in Frankrijk. Maar Ranati is het voor ons in de koers. Ja, we zitten op de kleine ring rond Waregem, zeg maar. En er werd wat onrustig achterom gekeken in het kopgroepje. We zagen Eekhout een blik achterom werken op Van Impen deed dat. En dan vraag ik me af wat het GPS-systeem nu zegt wat het verschil betreft van dat peloton. 29 seconden, Renaat. Dichterbij gekomen. 29, zegt het Renaat. Maar nu gaan ze bij Quickstep toch weer wat bijgeven. Ik zie Bonen frutselen, of hoe zeg je dat? Friemelen aan zijn remmen, die staan een beetje te dicht. En dan nu opnieuw tempo gaan maken. En hier
wordt water gekeerd. Goed inprenten, dames en heren, deze fase. Dit is de fase van de waarheid. Daar nog eens kijken dat Bonen inderdaad zijn rem wat open tracht te draaien. Het is niet evident met die verkleumde handjes, hè, Bonen. Kijk eens, zonder handschoenen. Renaud. Ja, alle wagens worden er van tussen gehaald. En dan moet het verschil al zeker minder dan een halve minuut zijn. Dan wordt het toch nog spannend tussen die twee groepen. 22 seconden. 22 seconden. Je ziet daar dat oranje blok om het hoekje komen piepen. Nog een kilometer voor de passage. Nog een goede 30 kilometer. Clear heeft dorst. Hebben ze het hier wel door? Dat moet toch? En nu gaat de folder. Nog eens tempo maken. Je moet eens naar de omwentelingen kijken van de folder. En dan eens vergelijken met die van Hausler. Het is nagenoeg identiek. Trappen 1 à 2 tandjes kleiner dan de rest. Kijk maar. De gewoonte zit er goed in. Bonen daarentegen meer in stamper. Legt zich wel weer lekker plat. Als hij diep gaat zitten, dan is dat meestal het signaal. Ik voel me goed. En de jongen die het minst op kop komt bij Quickstep is Sylvain Chavanel. Dus daar zou effectief wel eens de kaart Chavanel kunnen getrokken worden. Maar ze moeten natuurlijk zorgen dat ze wegblijven. Dus nog een beetje met verenigde krachten rond blijven draaien. Ik zou dat zeker nog een volle ronde doen. Zeker nog over een afstand van 15 kilometer. Ja. Dit is natuurlijk ook een ideaal stuk voor achtervolgers. Hè. Lange brede wegen, goed organiseren. Straks hebben we ze weer die kasseien en die Holstraat. Dan gaan ze toch moeten zorgen dat ze heel dicht zitten of erbij zijn als ze nog een kans willen maken daarachter. Oplopend stuk hier na de aankomst met Eekhout die even doortrekt. Eekhout die het tempo wat de hoogte gaat intrekken vooraan. En hier komen ze nu door op 22 seconden. De Verenigde Troepen uit Nederland. Vacant Soleil en Rabobank. Met Heemen en Stamsnijder onder meer aan het werk. Ook Van Avermaat hier achteraan in de groep. Ik zag ook Roy Sentjes midden in dat pakket zitten. Hier zien we Eekhout in zijn eentje doortrekken. Nico Eekhout al de hele dag op de wandel. En nu nog eens op wandel in de slotronde. Van Impe daar naartoe. En wie gaat er nog mee? Is dat Hausler? Ja. Ja. Dus twee overlevers van de vroege vlucht en Hausler, Renaat. Ja, inderdaad. En dan wordt er even getwijfeld. Dan zitten we hier op de korte kasseistrook voor Waregem station. Maar het gaat weer samenlopen hoor. Hausler zat onmiddellijk in het wiel daar. En op die manier krijgen we terug de leiders samen. Burkhardt is de man die het gaatje dichtrijdt op de kassei hier. Maar dat moet ook, hè. Colombia met een tweetal, niemand mee. Alle andere ploegen wel een mannetje mee. Dus moet Burkhardt dat gaan doen. Nico Eekhout is een oercoureur. Zo worden ze niet meer gemaakt. Maar het is niet goed voor de samenwerking wat gebeurd is. En de druk van achteruit wordt steeds groter. Ik denk niet dat het de bedoeling is van Eekhout om weg te rijden, maar dat tempo moet hoger. Hij voelt dat ze daar vooraan een beetje ingedommeld zijn. En dus gaat hij met al zijn ervaring een beetje pushen. Zie je? Heinrich gaat nog eens door. Hausler met aan zijn wiel. Van Impe of is het de volder deze keer? Hoe lang gaat die Hausler dit niveau nog volhouden? De volder en Bonen. Hoe lang kan dat nog? Vraag ik me af, want die is al goed van medio februari. Dus moet Roelands nu proberen de bakens te verzetten. Het is Van Impe en Bonen. Hm. Ja, déjà vu. Weet je nog, toen Vugelen hier vooruit was met Boucher. Ja. En de volder of en Bonen en Van Impe zo'n mooi duet opzetten. Ver achter Vugelen en Boucher weliswaar niet meer met de kans om te winnen, maar het was wel een mooi nummer toen. Van Impe is bij Quickstep zeker niet te minderen. Zeker niet. En is zich een plaats aan het verwerven voor de Ronde van Vlaanderen, alsof daar nog twijfel over mocht bestaan. Maar je weet hoe dat gaat, hè, bij Quickstep. Het vroegere Mapei ook was het altijd knokken om überhaupt in de ploeg te komen. En hier gaat Eekhout nu. Hier gaat Eekhout nog eens. Eekhout moet wel, hè, Renaat. Ja, het was nodig hoor, want de tempo bij die mannen hier is hier volledig aan het slabakken. Maar hij krijgt onmiddellijk de volder op zijn wiel. Eekhout kijkt achterom en trekt dan nog eens stevig door. Maar de volder heeft dat wiel van Eekhout te pakken. En de volgende die gaat reageren is Jurgen Roelands. En het kind van de rekening is Aijzel. Aijzel moet de rol hier lossen. Hij kan alleen terugkeren wanneer de rest zegt dan, ja oké, okay, kom maar. Mocht ik volder zijn, ik zou eens overpakken bij Eekhout. Met drie vooraan komen, dan zit je helemaal in een zetel.
Gaat hij dat doen? Daar hangt hij nu aan, Nico Eekhout. Als Eekhout hem alleen brengt, dan is het nog comfortabeler natuurlijk. En daarachter wordt getwijfeld. 12 seconden, dus die anderen die komen al heel dicht bij dat groepje Roelands. Op een seconde of 11. En gaat de Volder overpakken? Wat is die? Nee. Eekhout toch een kanjer. En wat had Dirk de Mol een groot gelijk toen hij in december al zei, hou je maar gereed voor de laatste week van maart en de eerste week van april. Hij gaat vliegen, de Volder. De Volder pakt over van Eekhout. Maar het vliegmachine bij uitstek komt uit Duitsland. Hans Heinrich Häusler. De twee, een beetje geloeren nu, maar toch nog overpakken. Ah, twee mannen van dezelfde streek. Op 28 kilometer van de aankomst. Vroeger dan wij verwachten dat pelotonnetje, dat koppelotonnetje, uiteen renaat. Ja, en Burkhardt is de man die het nu moet doen, maar alleen kan hij het ook niet, hè? Want hij vraagt alweer om steun en dan buigt Roelands deemoedig het hoofd. Ja, op dit moment gaat het ook even niet. En hier komt nu Aijzel. Aijzel gaat de laatste loodjes uit zijn lijf rijden. Weer een nieuw spreekwoord. Aijzel die de bocht afdraait van de ring. Ze zijn behoorlijk dichtbij de Volder en die anderen daar, maar ze zijn er nog altijd niet bij. En Van Emden die hangt er nog altijd aan. Die is hier leerschool aan het doen. Groep 3 op 17 seconden, dat is dus die groep met Aijzel. Eekhout en de Volder blijven ertussen hangen. Die geraken daar niet echt bij. De Volder nu toch weer op kop. Dus vooraan Bonen met Van Impe en Häusler. En dit pelotonnetje op 34 seconden neem ik aan. Ja, ze zijn dichter geweest, Renaat. Ja, en Aijzel, die zal het niet doen hoor, want die had daarnet last van krampen. Zo leek het een beetje stretchen op de fiets. Wanneer hij het gat hier moet dichtrijden, dan gebeurt dat nooit van zijn leven. En vooraan Häusler, zonder omkijken. Maar man toch. In Kuurne was dat ook al zo. En toen was hij niet mee toen de beslissing viel. Helemaal op het eind. Twee blokken aan zijn been, maar daar trekt hij zich lekker niks van aan. En als Bonen en Van Impe nu kunnen zien waar de Volder zit, als dat niet te ver is, dan mogen ze misschien een klein beetje temporiseren in de hoop dat die komt. Maar het is, ja, het zit toch niet zo ver. Ik hoor Bonen straks al zeggen, die en Häusler, hoe het ging den die. Maar laat hem nog maar wat doen. Het zal nodig zijn dat ze hem op die manier kunnen afmatten. Kijk, er wordt een beetje geaarzeld. Ze willen dat de Volder komt natuurlijk. En Renaat. Ja, de pijp van Aijzel is volledig uit. Hij heeft zich op de kant van de weg gezet. Zijn koers zit erop en nu moet Burkhardt het alleen doen. Knap gereden van Bernhard Aijzel. Mee in de vroege ontsnapping. Hij heeft het pad geëffend. Nu is het aan de kopman. Deze koers is 49 keer gewonnen door een landgenoot. Zoals de wedstrijd nu evolueert, ziet het er goed uit voor een 50ste overwinning van een landgenoot. Een soort van jubileumuitgave dan. Ze gaan komen, de Volder en Eekhout. We gaan naar een vijftal vooraan. Drie van Quickstep, eentje van Cervelo. Häusler die lacht is. En dan Eekhout van het Enpost Sean Kelly team. Vier landgenoten. En wel mannen die we hier verwachten. Inderdaad, ook Van Impe. Zeker weten. Mm-hmm. Vier landgenoten en een Duitser die toch telt voor twee, heb ik de indruk, Renaat. Nog 40 meter en dan is het gaatje dicht met die typische grote versnelling van hem. Nico Eekhout over de snelwegbrug. Het is nu de Volder die het tempo bepaalt. Het is een kwestie van honderden meters. Ze gaan de aansluiting net niet kunnen maken voor de kassei die er hier zo meteen aankomen. Dan draaien we links op de straat. Kassei die er slecht bij ligt. Twee strookjes stenen. En bij Lotto is het andermaal silence. Roelands niet mee, maar nogmaals, dat kun je die jongen niet kwalijk nemen. Voilà, bij het opdraaien van de Heerlegemstraat gaan we naar vijf leiders en de kasseitjes komen eraan. Daar dus vijf achtervolgers en die verschillen worden weer wat groter. 22 seconden voor deze vijf achtervolgers en dan alweer 42 voor, laat ons het maar de groep Vacansoleil Rabobank noemen. Heel voorzichtig, Roelands in tweede positie. Met Chavanel als afstopper met dienst. Die kan daar ook nu lekker in de wielen gaan zitten. In de kassei toch een klein beetje ruimte laten. Want je weet maar nooit wat de voorganger voor je allemaal mispeutert. Ja, het was de man die wat in de luwte mocht blijven. Die niet te veel op kop moest komen. En waar misschien wel op gespeculeerd werd, Chavanel. Maar is dan niet mee. Maar goed, ze hebben er nog drie. En Van Impe blijft een perensterke indruk maken. Ik heb zo de indruk dat Bonen het hier in zijn kop geprent heeft van eens de puntjes op de i te zetten. De twijfelaars na Milan Sanremo is even een goede ferme mentale tik uitdelen. Ik ben het alfa mannetje straks in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.
Dit zou wel eens het jaar van Kevin van Impe kunnen worden. Mag. Als hij eens van pech gespaard kan blijven. De voorbije jaren te veel achtervolgde door tegenslag. Mag. Die jongen is nog altijd maar 27, hè? Wordt op 19 april 28, maar toch maar eens even zeggen, is er al heel lang bij de profs. En heeft het ene pechgeval aan het andere geschakeld. Roelands is the best of the rest. Alleen kan hij dat natuurlijk niet laten kantelen. En daar nu echt een droomsituatie eigenlijk voor de mannen van Quickstep. Ze moeten het nu wel afmaken natuurlijk. En ze zitten daar niet met de eerste, de beste aan hun wiel. Hausler. Misschien wel de renner van het voorjaar, de renner van het moment. Alleen wint hij zo moeilijk. Toch als het om een groot ding, een klassieker gaat. En met Eekhout. Mister dwars door Vlaanderen. Maar de taakverdeling bij Quickstep die is ondertussen gebeurd. Dat zie je. Van Impe moet zorgen dat het tempo niet meer zakt. De andere twee kunnen als waakhonden fungeren als een van die anderen het in zijn hoofd haalt om te gaan demareren, Renaats. Ja, Hausler demareert ongelooflijk. Hij rijdt er van weg. En wat gaan ze nu doen? Bij Quickstep buigen ze op dit moment even het hoofd. Hausler rijdt alleen weg. Heinrich Hausler rijdt op zijn eentje weg van drie Quicksteppers en Nico Eekhout. Hij kijkt dus onder zijn arm en hier passen ze voorlopig. Ze blijven zitten. Bonen kijkt naar dan zit Van Impe een beetje opgestreden in het wiel. Is dit speculeren wat ze nu doen? Van Impe probeert zich nu op kop te zetten op die aanval van Heinrich Hausler. Ze organiseren zich, Quickstep. Maar wat een actie van Heinrich Hausler. Alleen tegen de overmacht. We ain't seen nothing yet. Dit kan niet. Dit kan echt niet. Even de ogen uitwrijven toch. Hij kijkt onder de arm. En daar gaan ze samenwerken. Dat kan toch niet dat ze daar niet naartoe gaan met drie. Of kunnen. Jongens toch. Dat lijkt me onmogelijk dat ze dat niet kunnen. Als dit alleen maar een kleine test was, dan zijn ze er nog niet mee thuis. Dan zijn ze nog niet mee thuis. Renaat. Hij zet zich recht. Hausler zette even zijn zonnebril, of wat was het, ik weet het niet. Hij zette zich in elk geval recht op zijn fiets. En het lijkt alsof hij aan het wachten is in het vooruitzicht van de Holstraat. Dan gaat hij zijn goede moment afwachten. En of ze hier zitten speculeren hebben, ik weet het niet. Aan zijn tred te zien, niet meteen wachten, maar die tred is altijd soepel. Hij heeft altijd een hoog ritme. Zie maar. Ik weer een paar tandjes kleiner, een beetje zoeken naar de juiste versnelling. En dan weer ondervinden, oh dit loopt lekker, dit past me wel. En ik denk dat het de Volder is die daar zijn kas aan het leegrijden is. Ja. Om die Hausler toch maar binnen het zicht te houden. Hè? En zijn tanden goed aan het stuk bijten. Maar als je dit kan, als Hausler zijnde, tja, dan moet je je wel afvragen of je dat moet doen op 24 kilometer van de finish. Hè? Koers tactisch kan hij wel nog wat leren. Maar als je zo sterk bent, ja, dan kietelt het altijd en dan wil je dat proberen. Vandaar die grijns. Een minuut of drie, vier geleden. Ze zaten te lachen aan het wiel. Ze komen wel dichter, hoor. Renaat? Ja, ze komen dichter, maar je krijgt toch ook de indruk dat die Hausler ze dichter laat komen. Dat hij dus straks misschien nog eens iets gaat proberen. Want de Volder, ja, die moet nu even de... Ja, laten gaan, het is nu Bonen zelf. En ze zijn hier echt aan het afzien, hoor. En ze krijgen hier En Hausler, die rijdt weer weg. Hij doet ze verschrikkelijk pijn, ja. Hij doet ze verschrikkelijk pijn. Je zag hem weer versnellen, daarboven op het steilere stuk in de Holstraat. Om op die manier de pres van een goede 20 meter weer uit te diepen tot er eentje van 35. En altijd nerveus omkijken. Maar nog wel 23 kilometer. Wat duurt het lang vooral eerst daar uit die bocht komen. Daar zijn ze pas. Dat is verdorie 10 seconden. Daar zijn ze pas. En wij maar zeggen, we zijn met vier Belgen. We zijn naar een 50ste overwinning. Maar wat moeten ze nu denken in die volgwagen van Quickstep? Met vijf vooraan en drie ploegmaats mee. Ja, dan heb je een comfortabele positie. Gaan ze hem nu een beetje laten sudderen? Dat kan ook een tactiek zijn natuurlijk. Maar zo ziet het er niet naar uit in elk geval als je de gezichten bekijkt, Renaat. Rijdt daar nu een wonderkind? Nee, absoluut niet. En Hausler die gaat nu aan het stuifste stukje van de Holstraat beginnen. En dan hierna zullen we meer weten. Hè. Dan komt er een strook richting Waregem lichtjes bergaf. Als ze gespeculeerd hebben, dan moeten ze dat daar eigenlijk moeiteloos dichtrijden. In elk geval zien we Van Impe stevig doortrekken. Dat is een prachtig manoeuvre van Kevin Van Impe. Al de hele dag in de vuurlinie. En geeft hier alles voor zijn twee kopmannen. De Volder en Bonen. Eekhout hangt er nog altijd netjes aan. De drie weren zich. Maar is het genoeg?
Het is met een groot verzet. Het is een beetje met moeite. En dan zie je dat de Bonen Eekhout moet doorlaten. Ja, dat Eekhout naar de Volder toe rijdt. En dat Bonen toch een beetje te vaak in zijn zadel ploft. Dat is weer niet super hoor. Het hoeft natuurlijk nog niet in dwars door Vlaanderen. En hij kan deze koers nog altijd winnen. Maar hij maakt toch geen supersterke indruk. De Volder nu naar Hausler. Hausler. Fenomenaal. Maar maak je het ook af? Het is nog 22 kilometer. Heeft iemand hem dat gezegd? 10 seconden heeft hij. En misschien dacht hij dat het maar één lokale ronde was. Onder de oksel. Dat deed hij ook in volle sprint in Milaan-San Remo. En vanochtend zei hij nog eens op het podium: ik zette aan om de sprint aan te trekken voor Husshofft. Maar dat was dan toch wel heel brutaal. Ja, Husshofft zei dat ook. Hè. Ik hoorde hem roepen: pak mijn wiel. Maar hij kwam zo scherp van achter me dat ik dat gewoon niet kon. Dus had hij toen gewoon doorgetrokken en niet geaarzeld, die fractie niet geaarzeld, dan won hij Milaan-San Remo. Maar ze komen weer dichter, Renaat. Ja, ook Eekhout beseft het gevaar en kwam even kort aan de leiding. En met z'n vieren hier draait dat dan lekker op. Maar we zitten hier natuurlijk in zo'n strook bergaf die lekker loopt. En ja, dan zien we Eekhout achterom kijken. Dat is verloren voor wie het daarachter komt. Hausler tegen deze vier, dat is de wedstrijd. En hij is toch zo scherp, hè? Dus zo scherp als een fileermes. Het is de Fara, de Jagera van het peloton. Het is nog altijd 8 seconden. En kijk ze hier nu met z'n drieën ronddraaien. Als gekken. En Eekhout, slim als hij is, je kan nu natuurlijk denken van: doe maar jongens, rijd dat gat maar dicht, dan is het aan mij. Gaat hij hier een catwalk van 20 kilometer van maken. Alleen, in de regen, in het water. Dat is niet te geloven hoor, als hij dat doet. Dat is echt niet te geloven. Dit is een van de strafste nummers. Als hij dit bolwerkt, het is nog lang natuurlijk, maar als hij dit doet, dan weet ik niet waar we dit mee moeten vergelijken. Als dit voor elkaar komt, dan heeft die Quickstep eigenlijk voor schut gezet. Zeg maar belachelijk gemaakt, Renaat. Ja, zover is het natuurlijk nog niet, alhoewel met die ene actie. Maar ze komen nu toch verduiveld dichtbij hoor. Het gaat hier gesmeerd. Eekhout heeft zich weer afzijdig gehouden nu. Het zijn de drie Quicksteppers die het gaatje seconde per seconde dichtrijden. Die indruk krijg je nu toch. Vanuit de lucht kunnen we dat nog niet bevestigen. Er wordt nog altijd gezegd 9 seconden. En het is een vreselijk stuk hè, waar hij zich nu bevindt. Er is geen beschutting. Moet eens kijken naar de Vlaagnier. Het is halve storm in West-Vlaanderen. En hij staat er helemaal alleen voor. Als je dan even verpozing kan zoeken achter de rug van een ploegmaat en dan weer inschuiven, dat is toch iets totaal anders. 6 seconden nu. Onder het motto, ik kan maar beter tijdig weg zijn. Toch een beetje de indruk dat er nu een beetje verkramping komt. Mm-hmm. Er zit een beetje waggel op Renaat. Ja, hij kijkt achterom en rijdt daar voorop met zijn handen losjes op het stuur. Dat is de indruk die hij geeft. Als je het mij vraagt, nu zet hij zich recht. Ja. Nu gaat hij wachten op de rest en dan is het wachten tot hij zijn volgende cartouche afschiet. Hij twijfelt en eigenlijk heeft hij ook al spijt van zijn actie, denk ik hoor. Hij heeft spijt dat hij dit gedaan heeft en dat hij het niet later geprobeerd heeft, want hij weet zich de sterkste van deze vijf. Maar nu komen ze terug. Nu wil ik die reacties zien van die mannen. Gaan ze hem een blik waardig gunnen? Het is nog 19 kilometer. Ze moeten hem voor gek verklaren. Maar hij is er wel in geslaagd om zichzelf te laten doldraaien. Hè? Want ze hebben een jasje uitgedaan, hè, geloof me. Hè? En Eekhout alweer op weg naar een top 5. En dat gaat nog beter zijn, geloof me. Mogelijk op het podium. Zelfs mogelijk winst. Allemaal mogelijk, Renaat. En daar gaat de Volder. De Volder. En het was alleen Van Impe die hem een blik gunde. En nu moet Hausler natuurlijk de hele tijd reageren. Kijk, en zo makkelijk. Hausler rijdt er gewoon naartoe. Maar ook Eekhout is mee. En Bonen heeft het lastig in het wiel van Van Impe hier achteraan. Hausler pareert de eerste prik van Quickstepper De Volder. En als ze zo doorgaan en als Hausler en Eekhout nu eens omkijken en overpakken, Eekhout, dan gaan we naar een man-tegen-man situatie met drie enkelingen. Eekhout, opletten nu. Maar die weet natuurlijk dat 19 kilometer nog ver is, hè, in de windergestrook. Dus doet hij dat niet en zegt hij, ga toch nog wel wachten. Renaat. Ja, Bonen en Van Impe maken op dit moment opnieuw de aansluiting. En nu Eekhout links aan de kant van de weg op zijn zoetemelk. Maar nog trager dan zoetemelk destijds. Dus zo gaat het niet lukken hoor. Nee. Even windstilte hier. Maar het wordt bijzonder moeilijk voor Quickstep om hier de overwinning uit de brand te slepen. Ook al ben je dan met drie, je zit tegen twee coureurs die misschien net iets beter zijn. Bonen een beetje krampachtig.
maar je zou voor minder natuurlijk. Met al die vlagen in je smoelwerk. 18 kilometer nog 3 kilometer op de volgende passage hier aan het regenboogstadion. Van de Gaverbeek. Van Impe. Het moet toch zo stilaan gaan komen dat Van Impe gaat vierkant draaien. Kan toch niet anders? En daar gaat alweer Stijn de Volder. Daar gaat alweer Stijn de Volder met zijn tweede poging. En wie gaat er nu nog eens reageren? Bonen probeert als een pistier de andere op te vangen. Hausler moet. Bonen gaat de deur dicht doen, maar daar komt hij niet aan. Hausler er netjes omheen en Hausler weer naar de Volder. En dat gaat allemaal in een op en een wip. Hij heeft iets te vroeg in zijn kaarten laten kijken toch, hè, Hausler? Als je zo sterk bent, dan kon hij niet verliezen. En nu gaan ze proberen langs alle kanten hem te bestoken. Want hij moet hier nog eens. En nu wordt er geaarzeld. Gaat Eekhout het nu doen? Het is om beurten, Hausler en Eekhout. Renaat. En Hausler wacht. Hij zit in de tank. Bonen heeft hem in het vizier. Hij staat klaar. Zit klaar om die aanval, die reactie op te vangen. Gaat hij dan nu versnellen? Maar is dit, niet. Hij kijkt naar Bonen. Het is hier oorlog. Is dit wel de ideale situatie? Want Eekhout zit nu bij Van Impe. En rij maar eens met Eekhout naar de streep. Ja, ik weet het, maar je moet van Hausler af. Je moet er op een of andere manier van af. Dus ik zou zeggen Van Impe even meerijden. En straks proberen te spelen als er marge is. En in dat wiel van Eekhout gaan zitten. Hè? Maar nu nog 17 kilometer, rij maar mee. Want Hausler moet nu dat gat gaan dichten. En die moeten ze compleet kapot krijgen. Ze zitten nu achteraan natuurlijk hier in dat trio nog in een meerderheid. Eén van de twee kan er op zijn beurt nog eens van wegkletsen. En de bres dichten. En op die manier een meerderheidssituatie vooraan creëren. Dat is misschien de bedoeling. Hè? Ze moeten toch iets verzinnen, Renaat. Maar zo'n bres dichten? Ja. En je zag Hausler met Bonen gaan praten. Hè? Kijk, is dit de situatie die jullie willen? Wellicht wat jullie daarnet gezegd hebben. En Hausler nu met de tempo zonder veel overtuiging in de achtervolging op de twee leiders. Bonen en de Volder die even gaan overleggen. Bonen die een goede positie zoekt op zijn fiets. Als je mij vraagt, dan gaan ze hier van achter de rug van Hausler ook demareren. De meest frisse, misschien wel de man met het meeste overschot, de Volder. Ideaal is niet de situatie, Michel, dat is waar, maar wat is een ideale situatie als je zo'n sterke man als Hausler daarbij hebt? Hausler kwijtspelen. Het was natuurlijk beter geweest als iemand anders met Eekhout was meegeweest. Maar we hebben ook al gezien dat Bonen niet super was, Renaat. Ja, toch nog even herhalen. Zowel Van Impe als Eekhout zaten in de vroege ontsnapping. Die vertrokken is na een kilometer of 50. Ja. Dus ja, de drie hier hebben de zaak eigenlijk onder controle. Zonder dat ze hier ook een trap te veel geven, kunnen de drie eigenlijk geen voorsprong van betekenis bijeenfietsen. De Volder gaat nu je tempo rijden onder de rode vod. En dan zie je met een paar lijnen rukken dat ze weer een paar seconden dichterbij komen. Eén sprong en ze zitten erbij. Zou die Hausler nu al die beslissingen zelf genomen hebben? Of zou dat ingegeven zijn door de ploegleiding? Door Jean-Paul van Poppel of iets dergelijks? Want echt slim kun je dat toch allemaal niet noemen. Als hij dat nu allemaal opspaart tot de laatste ronde, dan wint hij dwars door Vlaanderen. Zeker weten. Natuurlijk. Tuurlijk. Dan mag gelijk wie nog demareren. Als je zo'n benen hebt, dan ben je altijd mee. En als hij dan een spurtje trekt, dan wint hij waarschijnlijk ook nog. Je ziet aan het aangezicht van Eekhout dat hij denkt, het gaat hier in orde komen. Je ziet aan het gesticuleren van de Volder dat hij bijzonder nerveus is. Hè? Wilfried Peters moet nu komen om wat uitleg te geven. Wat moeten we hier gaan doen? Zie je, vingertje? Gij gaat zelfs, man. Gij gaat zelfs naar voren. Orders van Peters aan de Volder. Renaat? Ja, geen commentaar. Dat is het devies in de volgwagen van Quickstep. Dus we mogen niet weten wat de tactiek is. Ik kan het begrijpen natuurlijk. Hè. Ga niet in hun kaarten laten kijken hier bij de doortocht. Nog een ronde. En wat er ook gebeurt, nu al chapeau Nico Eekhout. En chapeau Van Impe. Onwaarschijnlijke prestatie. Eekhout, met een lastige winter. Van Impe. Hij begint nu al, hè? Ja. En dus hij nog wel laten sudderen en dan zien wat Hausler daarachter doet. Hij werkt natuurlijk wel op zijn systeem. Eekhout, hij doet natuurlijk wat hij moet doen hier vlak voor de neus van zijn supporters, van zijn volk, zijn massa. Ze zijn hier ook vooral voor hem gekomen, geloof me. Allee, vriend, overpakken en dan durft Van Impe natuurlijk niet anders. Bonen verkleumd. 14 seconden zijn het. De Volder. Dus zijn communicatiesysteem werkt wel degelijk. In de Ronde van Vlaanderen vorig jaar had hij dat netjes uitgetrokken. Daar wilde hij vanaf. Ik alleen de man. Ik win. En deed hij ook. Wanneer zijn die mannen weggereden? Na 44 kilometer. Alsjeblieft.
Nu, ze zijn wel weggereden met een groep van 13 man. Hè. Mm. Dat moeten we er wel bij vertellen. Dus dan heb je in het begin toch wel wat relatieve rust. Het wordt een offensief van 150 kilometer. Hè? Dik 150 kilometer, een nat. Ja, bij Jean-Paul van Poppel, ploegleider van Cervelo. Jean-Paul, Hausler, fenomenaal. Maar wat nu? Ja, ik denk dat hij zijn verstand er even bij moet houden. Want hij voelt zich weer goed. We hebben dat ook in Kuurne gezien. En dan gaat hij natuurlijk. En het was gewoon een ronde te vroeg. Maar ja, goed, zo zit hij helemaal in elkaar. Als hij zich goed voelt, dan gaat hij. En of dat slim was, dat moet achteraf blijken. Gaat hij zo meteen weer springen? Als hij de benen heeft, zal hij zeker wat moeten proberen. Maar we zullen kijken. Ik dacht dat Boon ook nog niet echt super fris meer zat. Ik denk dat de Volder de beste papier heeft. Dus ik denk dat ze vooraan ook niet helemaal safe zijn. Maar ja, we moeten afwachten. Bedankt, Jean-Paul van Poppel. Heeft Van Poppel dan aan die Hausler niks te zeggen, vraag ik me af. Hausler doet me nu een beetje denken aan de Volder van 2-3 jaar geleden. Koersen op intuïtie, koersen op prikkels die je krijgt en je gevoelens van niet aan de kant zetten. Ja. Van Impe begint te wringen en ik dacht ook op jouw uitspraak een beetje te wringen. Goed dat er zo'n mannen zijn die op intuïtie koersen. Natuurlijk. Het is fantastisch, hè? Ik heb er geen probleem mee, maar om een koers te winnen is het natuurlijk niet de slimste zet. Hij kan hem nog altijd winnen, maar hij heeft zich in een moeilijke positie gewrongen. En er wordt heel wat overleg gepleegd. Voortdurend in overleg met de volgwagen, neem ik aan. Peters is nu de dirigent. Wilfried Peters. En daar gaat Hausler. Hausler wil Van Bonen en Van de Volder af. Is een beetje uitgerust en gaat het nog eens proberen met zijn dappere beetjes. Met heel veel snee, maar Bonen die op zijn eergevoel teert. Die dat compleet aanspreekt en in dat wiel van Hausler gaat zitten. Voilà. Oh. Bijzonder mooi om naar te kijken. En nu al uitkijken ook naar de E3-prijs Vlaanderen volgende zaterdag. Hausler legt zijn arm om de schouder van Bonen. Ik ga dan even praten. Ja, zij moeten natuurlijk winnen met 3 man mee vooraan. Maar het is nog altijd niet zeker. Met Van Impen en Eekhout zit je ook met een linker situatie. Eekhout kan hier vandaag een gouden zaak doen. 3 keer winnen. De 2 van Quickstep hier achteraan hebben met andere woorden ook niet veel meer over. Dus is het daar tempo maken om hier Eekhout onder druk te blijven zetten. En dat gat nog altijd overbrugbaar te houden. Hè? Dus 9 seconden is nog altijd het verschil. Renaat. Ja, als je het in de realiteit ziet, dan lijkt het zelfs minder. En hier wordt weer gespeculeerd. Hè. Het is echt ongelooflijk. Nu zijn het Bonen en de Volder die tempo weer stil hadden. Want die prik van Hausler had hij natuurlijk weer een pak dichter gebracht. Bonen is nu bewust aan het afstoppen. Hier, Nico Beton. Onverzettelijk. Hausler met een schijnmanoeuvre. De Volder onmiddellijk met een schijnreactie. En dan weer aan het wiel. Weer naar Eekhout en Van Impen. Nog 13 kilometer. In misschien wel de mooiste dwars door Vlaanderen van de voorbije 10 jaar. Terwijl de kans zich aandient, Michel, nog heel even ertussen komen met een paar uitslagen van andere wedstrijden in Europa. Want het zijn niet de minste namen die gewonnen hebben vandaag. In Coppi en Bartali, een rit van 182 kilometer met aankomst in Faenza. Winst voor Damiano Cunego. Castilla y León. Winst voor Alejandro Valverde. In de Ronde van Normandië heeft Boy van Poppel vanmorgen de eerste rit gewonnen. De derde rit, maar de eerste rit van de dag bedoel ik, want er is nog een halve rit vanmiddag. Op 13 kilometer van de aankomst in de 64ste dwars door Vlaanderen rijden Eekhout en Van Impen. Weg, klein beetje meer weg van hun 3 achtervolgers zijn de Tom Bonen, Heinrich Hausler en de Volder. Ik zag ze omkijken, maar dat moeten ze niet meer doen. Hè. Het verschil 1,23 met de eerste achtervolgende groep, dat is dan het grote peloton ondertussen. Is er een beetje berusting? 12 seconden. Of is ook dat een schijnmanoeuvre? 16 seconden nu, Renaat. Ja, er is zeker berusting. Ze zijn Hausler hier in slaap aan het wiegen. Maar dan is het de vraag natuurlijk wat er vooraan tussen Van Impen en Eekhout gebeurt. Eekhout dacht toch licht favoriet met zijn benen. Ook al weet je nooit met die lange ontsnapping wat er nog in de tank zit bij beide. De Volder gaat hier nu nog een jasje uitdoen. Zo heel diep in de finale. Ondertussen heb ik er zelfs warm van gekregen. Een bijna 40er, die krijg je natuurlijk niet zomaar uit zijn lood. Je ziet Van Impen voortdurend praten. Hij doet dat ook als Eekhout dat ziet. Misschien in de hoop om die een beetje aan de wankel te brengen. Maar geloof daar niet in. Hè. Die Eekhout die heeft al voor hetere vuren gestaan.
En die is al een paar jaar aan het zeggen, ga ik er nu nog een jaartje bij doen? Zou ik dat nog wel doen? En telkens komt hij tot de conclusie dat hij zo erg van zijn fiets houdt dat hij het toch maar gaat doen. En dan zie je waarom hij dat moet blijven doen. Koersen tot hij 50 is. Na een akkefietje met de ploegleiding van zijn vorig team, dat was voor Vlaanderen, daar weg. En dan zijn zijn broers voor de binnen gekomen. Wij gaan de ploeg van Sean Kelly steunen en we brengen jou daarin onder. De ene broer is aannemer, de andere broer autohandelaar. En dan heb je ook nog Joke Eekhout en die koerst ook. En er wordt veel gepraat nu. Heel veel. 23 seconden. Van Impe. Rusteloos. Ik kan hem wel begrijpen. Hij zit niet zo vaak in zo'n positie. Winstrijp. Bonen de Volder Hausler in de achtervolging. Hausler die als de situatie zo blijft het voor zichzelf verprutst heeft. Tuurlijk, met wonderbenen zitten. En dat altijd maar willen demonstreren. De man van Cottbus, maar hij zou verhuisd zijn. Hoe was dat ook alweer met die ezel? En die steen? Geen twee keer? Ja. Hij nu al de tweede, de derde keer wellicht. Renaat. Ja, ze hebben Hausler de kop opgedrongen en dan zie ik vooraan een demarrage, dacht ik. Heel in de verte is dat de Eekhout die daar gaat versnellen op de brug over de snelweg. Maar ze zitten nog in elkaars wiel. Hausler, hij zit hier natuurlijk in een positie waar hij niet meer vanuit het wiel kan demareren. Gaat hij ze straks losweg eraf fietsen? Dat zou helemaal sterk zijn. Mini-test van Eekhout. Maar mag je dat wel zeggen na 190 kilometer? Als je op die grote plaat eens even op die brug gaat doortrekken. En hoe gaat Van Impe dat oplossen? Hè? Hij moet er vanaf als hij een kans wil maken. Nu was Van Impe ook niet traag bij de jeugd. Zeg wel, bij de jeugd. Was een alleswinner. Het was ook een goede tijdrijder. Ja. En dat hebben we pas herontdekt in Parijs-Nice. Misschien herontdekken we hem als topsprinter. Bij de nieuwelingen in 97, 42 overwinningen. Bij de juniores respectievelijk 29 en 30. Waar hij kwam, won hij. Maar vooral in eigen land. Het is pas als prof dat hij een internationale coureur werd, zoals José de Kouwer dat noemt. Renaat. Hausler versnelt, of het is een schijnversnelling. Het is positioneren net voor hij de laatste 10 kilometer induikt. De bocht naar links, de kasseitjes van de Herlegemstraat. En nu gaat hij vol doortrekken. Het was een demarrage in de afdaling en hij gaat doortrekken op de stenen. De Volder moet de lengte of 5 goed maken. Bonen zit daarachter en de Duitser van Oostenrijk, van Australische afkomst, gaat nog eens demonstreren. Nu op de kasseien. In Freiburg, dat is waar hij nu woont. Hij kan dus ook op kassei rijden, maar dat wisten we al, want dat hadden we gezien in de Omloop het Nieuwsblad. De Volder en Bonen hebben hun handen vol met die jonge Duitser. We zijn op die kasseien, hij prutst er een seconde of 3 vanaf. Ze zitten nog af. Ze zitten nog altijd niet in zijn wiel, maar met 2 moet dat wel lukken. Voilà, nu toch opnieuw in het wiel van Hausler. 17 seconden. Dan maar wachten tot de Holstraat, zou ik zeggen. Als je dat nog kan. En dan zou het toch wel wat laat kunnen zijn om nog 17 seconden goed te maken. Maar ook in het achterhoofd houden dat deze jongens al een hele dag energie verspild hebben. Of gebruikt hebben. Verspillen kan je het niet noemen. Als je zo diep in de finale nog met 2 vooruit bent, dan heb je een dijk van een koers gereden. Bij niemand heeft de slagregen zoveel impact. Of wat zeg ik, zo weinig impact als bij Eekhout. Bij niemand. 9 kilometer nog, 15 seconden nog achtergelaten in een fantastische wedstrijd. Pure propaganda voor wat nog komt hier in Vlaanderen. Het gaat moeizaam bij Van Impe daar nu vooraan. Hausler weer met die souplesse, niet vol door. Eekhout kijkt om, het zijn er weer 17. Eekhout, 2 keer winnaar, 2001, 2005, tweede in 2007, vorig jaar derde, vierde in 2006, 7 keer top 6 in de laatste 8 edities. Hij is voor deze koers geschapen. Dat heeft ook met motivatie te maken. Dus hier is een koers voor eigen volk. Ja,
Even stilte. En dan naar de Holstraat. Nog eventjes verder. Dan rechts. En die Holstraat is eigenlijk maar het tweede deel van een strook waar je ook al een stukje omhoog moet. Veredeld vals plat zullen we het noemen. Dan maak je een knikje in een soort valleitje naar de Holstraat. 19 seconden, ze rijden weer wat verder weg. Hausler praat met Van Poppel. Zei Hausler ook vanochtend, als je tweede wordt in Milan-San Remo en je kopman, je ploegmaat Rusov derde, dan kun je achteraf zeggen, dat kan niet eigenlijk, dat is onmogelijk. Dan moet je het altijd afmaken. Maar, zegt hij, ik heb die sprint een keer of 10 opnieuw bekeken en ik heb echt niks verkeerd gedaan, aldus Hausler zelf. Dat hij een aantal nachten niet geslapen had, dat zei hij er ook bij. Een keer of 4 te veel door zijn benen gekeken en even geaarzeld toen hij ging. Maar als het inderdaad met het idee was om Husshoff te lanceren, ja, dan was het logisch dat hij de eerste keer keek. Maar dan had hij toch moeten doorgaan daarna. Enfin, hij viel stil vlak voor de streep en Cavendish kwam erover. En Cavendish heeft Milan-San Remo gewonnen. Wat ik me wel herinner is dat hij super was in Algarve, super in het Nieuwsblad en super in Kuurne. En dat we toen dachten tegen Milan-San Remo zal het al wat afgetopt zijn. Daar was hij weer super. We zijn 4 dagen verder en is nog altijd super. Eekhout weer met forse trekken naar de kop. Doet die Van Impe daar iedere keer een klein beetje meer pijn? Of zit er vandaag geen spat sleep op Van Impe? Van Impe's laatste overwinning dateert van 2006. Eindklassement in de Franco-Belge. Nadat hij daar de eerste etappe won. Voor Danilo Hondo. Ook memorabel zijn aanval van ruim 220 kilometer in Parijs-Tours van datzelfde jaar, 2006. Maar vorig jaar, het ene probleem na het andere. Een knieprobleem eind juli. Knieproblemen in de winter. Dat was in 2007 overigens. In 2008 weer die opspelende knie. En dan kwam er een operatie, half november, van Toon Klaas. Een kiste die weggehaald werd. Een kiste die er kwam na een botsing met een openstaand portier. Dit is dat eerste knikje waar ik het over had. En nu kan je gelanceerd naar die Holstraat toerijden. Van Impe trok daar eigenlijk door in de achtervolging op Hausler. Daarnet bij een vorige doortocht. Kan hij nog eens zo omhoog rijden. 20 seconden. Nico Eekhout kan hier absoluut recordhouder worden van de overwinnaars. Zo het aantal overwinningen in dwars door Vlaanderen. Renaat Schotten. Ja, 20 seconden. Als je het zo echt ziet, dan lijkt het veel minder. Hausler heeft niks gedaan op die strook. En nu gaan we naar de eigenlijke Holstraat. Hij zit vooraan met die twee blokken aan zijn been. Dus Quickstep op dit moment. Ja, de zaken hier onder controle. Maar is er ook straks nog zo? 18 seconden zijn het, Renaat. 18 secondjes. 7 kilometer. Daar loopt het al aardig op. Allerlaatste helling. De 12e van 12. Eekhout, vorig jaar goed voor 2 overwinningen. Omloop van het Waasland voor Traxel en eentje in Zwevegem. Bij M-Post Sean Kelly nog op zoek naar zijn eerste. Maar in elk geval perfect getimed. En weer op zijn Eekhout. Weer van ver. Renaat. Ondertussen bij de 3 achtervolgers tempo. Geen pogingen van Hausler, die nog altijd zit met Bonen en de Volder in zijn wiel. Het is een gelijkmatig tempo. Het is geen bom die er gegooid wordt. Die wordt niet goed. En nu Hausler van de kop af. Hausler van de kop af, net voor de top van de Holstraat. Maar de reactie van Bonen is er. En ook de Volder hangt er nog altijd aan, nu weliswaar op een lengte. Hausler met Bonen in zijn wiel. Hoeveel seconden biedt dat af van de voorsprong? Dat kunnen jullie zien. Ja, Hausler past een beetje. Die voorsprong blijft tot 20 seconden staan op dit moment. Maar die motor blijft bij de Volder zitten. Dus daar moeten er een stuk of 3, 4 vanaf. Dat zijn er 16. Bonen deze keer wel goed in het wiel van Hausler. Ja. Hausler niet zo scherp als in een vorige ronde natuurlijk. Had hij maar zijn cartouche, zijn zware cartouche gehouden voor dit moment. Nou, Moni, 13 seconden nog. 13 seconden nog voor deze twee. Dus, hier, Van Impe en Eekhout. Op 13 seconden. Tom Bonen met vooral Hausler. En dan daarachter op een goede 18, 19 seconden de Volder. En Renaat Schotten. De Volder die nog altijd de indruk heeft dat hij op deze strook het gaatje weer zal kunnen dichtrijden. En dan ziet het er weer goed uit voor die blokkeringstactiek van Quickstep. Maar wat gebeurt er intertussen vooraan daar? Ja, het wordt stil aan tijd ook om Van Impe in het wiel van Eekhout te laten zitten.
niet meer te laten overpakken. Eén man op het podium hebben ze zeker. Maar is dat wel op het juiste trapje? Nogmaals, dit bijzonder fraaie beeld. Nu de zon ook schijnt, wordt het nog een beetje mooier. Dat bedriegt een beetje. 14 seconden. Hausler zal niet zeggen helemaal vol, maar toch tegen 90%. Ja, en er is ook een risicovol kantje natuurlijk aan het Van Nimpen in het wiel van Eekhout laten zitten. Want als Hausler terugkeert, heeft hij dan nog wel een sprint ook. En als hij die heeft, wie gaat hem dan afhouden? In deze omstandigheden durft Quickstep met Hausler niet naar de sprint. Nee. Zeker weten, want dan krijgen ze het stuk voor stuk op in appel. Die is gewoon te goed. Ook voor zichzelf. Koers kan een mooi, formidabel spel zijn. Als de beste in de koers ook de domste is. Dat is vaak zo. Renaat. Hij kijkt weer onder zijn armen door. Hij heeft daar ongetwijfeld al een stijve nek aan overgehouden. Hausler en de tijdrijder, de Volder, die blijft hangen. Op die 2 seconden lijken het te zijn. En nu krijgt hij het hier lastig wanneer hij zonder beschutting alleen komt te zitten. En dan ziet hij ze schijnbaar meter per meter wegrijden. De Volder krijgt het lastig. De Volder heeft met andere woorden straks de E3-prijs nog nodig. En dan de driedaagse van de pannen om helemaal op het toppunt van zijn kunnen te komen in de Ronde van Vlaanderen. Dit zijn de koplopers weer. Van Impe en Eekhout. 5 kilometer nog. Eekhout heeft geen schrik van een sprint op kop. Maar in tegendeel. Of zou het kunnen dat Van Impe in die talloze gesprekken met Peters overtuigd heeft? Geloof me, Wilfried, ik zie het goed. Ik denk dat Wilfried Peters zich ook een beetje bekommerd heeft om Van Impe. Ik denk dat hij zelfs met de Dernie gereden heeft vorige week, dinsdag, toen Van Impe nog 3 uur achter die Dernie ging rijden. Die heeft eigenlijk een rittenwedstrijd van 10 dagen gereden. Na Parijs-Nice, 8 dagen, dus op maandag een training van 6 uur en op dinsdag 3 uur achter de Dernie. En in Parijs-Nice was hij al bijzonder goed op dreef. Renaat. Ja, bij de ploegleider van Enpost, John Kelly Team, Kurt Bogaerts. Jullie kunnen een semi-klassieker winnen. Dat is nog niet zeker, maar dat zit erin. Wat kan je Eekhout nu aanraden? De spurt afwachten of al vroeger proberen? Zijn ervaring gebruiken. En ik denk dat hij ervaren genoeg is om het af te werken. Ongelooflijke situatie, hè? Met die overmacht aan quicksteppers. Daar hebben jullie toch een mannetje mee wanneer de goede twee op dit moment weg zijn. Ja, ik denk dat het een beetje Hausler is dat dat gecreëerd heeft. En Nico heeft daar gebruik van gemaakt. Tot daar Kurt Bogaerts, bedankt, de ploegleider van de Continentale Enpost, John Kelly Team. John Kelly die hier overigens vandaag ook langs de kant van de weg gesignaleerd is. Hausler de beste, de meest onstuimige, dus de domste. En Eekhout zonder enige twijfel de slimste. Lang genoeg gewacht, tot aan dat extreme puntje waarvan hij wist, nu is het mijn moment. Gaan, pats. Dat is nog niet gedaan. Hausler misschien helemaal nerveus geworden van die overmacht van Quickstep. Van Impe gaat demareren. Eekhout is een beetje verrast. Eekhout verrast, maar hij komt terug. Kost hem een beetje kracht, hè? En wat gaat Van Impe nu doen? Wat doet Van Impe nu? Ja, ze mogen niet gaan surplassen, hè? 14 seconden. Er blijft druk van achteruit komen. Dat is het leuke natuurlijk. 13. 12. Zoals je zei, Bonen zeker niet top. Maar nog altijd misschien kandidaat voor winst. Het bordje moet hier toch ver leeg zijn bij Hausler. 11 seconden. Maar dan zou het hier vooraan toch al vies moeten lopen, hè? Eekhout voelt het. Eekhout voelt het. Moet de zenuwen onder controle houden en kan dat als geen ander. Het zijn er weer 12. Laten we er een dikke 10 van maken. Laten we er de spanning nog een beetje inbrengen. Bonen nu gewoon los. Vol op het wiel. En daarna daar vlakbij.
die misschien ook een demarrage in petto heeft voor de slotfase. Als je één ding kan concluderen uit wat we allemaal gezien hebben, dan is het dat Halster deze koers niet mag winnen. En Quickstep heeft de sleutel in handen. Maar ze kunnen er zo naartoe rijden. Die twee daarvoor, ja, die hebben toch al verschrikkelijk veel kopkilometers in de benen. En deze twee hier, Halster rijdt hier stevig tempo, een grote versnelling. Bonen zit daar nu aan het wiel gekleefd. Dit is een dodelijke tactiek. Dat is waar wat je zegt, Renaat, maar die Halster heeft ook al veel gegeven. Hè? Daar moet toch ook eens een eind aan komen. 13 seconden. Halster snuffelt gewoonlijk op de streep of in het zicht van de streep. Denk maar aan de omloop het Niesblad. Maar dat had toen vooral te maken met de tactiek van Erik Dekker en het blok van Rabobank. Daar had hij misschien ook al wel kunnen winnen. Zeker gezien zijn sprintsnelheid die hij tentoonspreidde in Parijs-Nice in de eerste rit in Lijn en ook in Milan-San Remo. Dan was Lange wel toch wel de klos geweest. 2001, 2005 en 2009. 4 jaar. Ze bestaan, hè, die rijtjes. Ja. Dat zijn de jaren waarop Nico Eekhout dwars door Vlaanderen won. Hij heeft hem nu nog niet binnen, maar hij lijkt goed op weg. Maar wel veel mee. Heel veel mee. Zijn ervaring. Het weer. De zekerheid dat dit zijn stad is. 13 seconden. Bij het opdraaien van de ring. Dus we zijn in de laatste 2 kilometer. Het gespeculeer gaat hier wel een beetje beginnen. Eekhout gaat wellicht met een groter verzet die sprint aanstampen. Van MP eerder wat kleiner. Is hem ook gaandeweg bijgebracht bij Quickstep. Zo waar. Met een waterzonnetje. Voor wie schijnt dat nu het felst? Ruim 12 jaar is het leeftijdsverschil. Maar dat zegt in dit geval niks. Opletten bij het aanzetten in de sprint in deze omstandigheden. Iets te veel power kan een probleem zijn. Dus opletten. Alles onder controle houden. Van Impen naar de kop. Ze kijken nog eens om. Eekhout nu in de positie die hij wil. Maar daar past de boog van de laatste kilometer. En hij gaat hier nog eens naar de kop. Hij maakt hem rot nerveus. Hij maakt hem rot nerveus. In de wetenschap dat zijn verweerde vel hier beter tegen bestand is dan dat van Van Impen. Nog een kilometer. Voor Van Impen zou het natuurlijk een verlossing zijn. Hè? Nog een kilometer. Heeft Eekhout nu bij die kleine versnellingen al gevoeld dat bij Van Impen het vet van de soep is en dat hij hier gaat winnen? Is hij zegenzeker? Gaat hij Van Impen nog eens de kop opdringen? Hij vraagt er niet meer om, heb ik de indruk. Als een motor nu. Als een dernie. Van Impen aan het wiel. 9 seconden. Opletten ook. Opletten toch. Als ze op een seconde of 4-5 zitten en Halster heeft nog een spurt in de benen. Als een dernie, zei ik. Hij moet. Hij heeft geen keuze. Maar hij kan die dernie wel gestaag sneller doen rijden. En opletten, dan is het o zo moeilijk om die brommer voorbij te knallen. Een reuzenverzet. Het wordt een reuzensprint. Ga toch nog eens zitten. Is dit nu zelfmoord of is dat nu pure zelfzekerheid? Nee, zegt Van Impen. Nu moet je niet meer kijken. Ik blijf hier zitten. Dit is de ideale positie. En daar gaat hij aan. Daar gaat Van Impen aan. Daar gaat Van Impen aan. En kan Eekhout nu op dat reuzenverzet nog wat terug doen? Nee. Van Impen gaat het afmaken. Van Impen gaat het afmaken. En Van Impen doet zijn intrede bij de grotere jongens. Van Impen wint dwars door Vlaanderen en wint een semi-klassieker. Van Impen voor Eekhout. Terecht, die vreugde tranen. Ja, straf. Eindelijk Kevin Van Impen. En hier gaat Bonen nog het podium op ten koste van Halster. 1 en 3. Bonen op 3. Halster op 4. Dan toch 2 man voor Quickstep op het podium. En dan nog wel op de juiste plaats. En als het nog allemaal niet volstond, hier is de Volder op plaats 5. Quickstep, beste ploeg. Eekhout een gouden zaak qua populariteit in de streek. En Halster, beste man in koers, en niks. Zoals wel vaker. En zou Eekhout zich nu gewoon bij de nederlaag neergelegd hebben? Is die dat hij aan het eind van zijn Latijn was? Dat wil ik straks graag van hem vernemen. 1, 3 en 5. Opluchting. Dat vooral, want het had maar eens moeten mislopen. Het had maar eens moeten mislopen met 3 tegen 2.
en tegen twee enkelingen dan nog. Maar Hausler, veruit de beste man in koers. Maar zoals je ook al een paar keer zei, een teveel aan intelligentie, koersintelligentie, valt er niet aan te wrijven. Hij is meer Australier dan Duitser. Hij is oh zo impulsief. Denk niet na. Gewoon op zijn intuïtie. En Van Impe wint hier met lengteverschil deze editie van Dwars door Vlaanderen. Kevin Van Impe, dit is zijn mooiste overwinning tot dusver. En die jongen heeft daar zo keihard aan gewerkt. En is zo in bloedvorm dat ik de indruk heb dat dit toch maar een begin is. Daar een val. En daar een val met Roelands die tegen de vlakte gegaan is. En nog een paar jongens die hier op die gladde aankomststrook onderuit gaan. Een val in het achtervolgend groepje. Het groepje met de mannen van Rabobank. Dat een goede twee uur te vergeefs werk gemaakt heeft van achtervolgend werk. Spectaculair oogt die val. Ik zie Roelands daar nog altijd in het midden van de weg liggen. Ook een renner van Cervelo die daar op de knieën gegaan is. Problemen dus. Ook dat nog voor Silas Lotto. Ook dat nog. Roeland zit daar nog. Maar ik denk dat meer van de schrik is. Ik hoop het. Ik hoop het. Hier nog eens kijken. In het midden ergens. Roelands komt daar. Oeh, ik denk dat hij zelf aantikt. Ja, Godard wordt daar aangetikt door Weiland, vermoed ik. En daardoor wordt er een klein beetje van links naar rechts gelaveerd en wordt er achter die twee jongens gevallen. Houtarovic is uiteindelijk winnaar van die pelotonspurt. Yevgeny Houtarovic hier in het midden, hij wordt zesde. Op 1.51 is dat. En Heijmen dan zevende. En ik denk Chavanel achtste. Daar pats. Het is inderdaad Roeland zelf die onderuit gaat en Weiland wat wegdrumt. Zo is het. Je hebt het goed gezien. En daardoor wordt ook Godard uit balans gebracht. En zijn er nog achterin een paar mannen die over Roelands heen gaan. En anderen die er gewoon ook van vermoeidheid bij gaan liggen. Wat een wedstrijd. Wat een wedstrijd. Dit is pure propaganda geweest voor het Vlaamse werk, dames en heren. Het wordt om duimen en vingers van af te liggen. Ook volgende zaterdag al in de E3-prijs Vlaanderen en daags nadien in de Brabantse pijl. Ook Klier is gevallen hier in die tumultueuze slotfase. Dat was de man van Cervelo die we zagen. Hè? Er zal wel wat poetswerk zijn bij Kevin Van Impe. Alvorens hij kan spreken en ook hij mag wat opgefrist worden. Wat had Nico Eekhout graag gewonnen. Maar andermaal staat hij op het podium. De jongste jaren altijd op het podium. Renaat, als jij Kevin Van Impe te pakken hebt, neem hem. Kevin Van Impe, heel erg gefeliciteerd met jouw eerste klassieke overwinning, zeg maar. En de manier waarop. Wat een teamoverwicht vandaag. Beschrijf eens wat er allemaal door je hoofd ging in die slot. In die slotkilometers. Ja, het was een hard rijden op het einde. Ik had een hele goede man mee, met Nico. Die ook heel sterk was vandaag. Van in het begin waren we in de vroege ontsnapping en we waren de twee overblijvers. En op het laatste was het alles geven voor Hausler niet terug te komen. Ik had nog het geluk dat Tom bij Hausler zat, maar ja, het is onbeschrijfelijk. Was je zeker dat je Eekhout kon kloppen? Want dat is natuurlijk niet de eenvoudigste klant. Nee, zeker niet. Ik was zeker niet zeker voor hem te kloppen, maar het was een beetje gokken op het einde en ja, na 200 kilometer zo'n etappe in de regen en in de wind ja, is het toch altijd iets anders. Na veel gemiste voorseizoenen is dit voor jou een emotionele ontlading, hè? Dat is duidelijk. Ja, ik heb veel pech gehad vorig jaar en ja, ik ben blij dat ik nu terug weer de oude Van Impe ben en dat ik ja, voor mijn overleden zoontje kon winnen vandaag. Nog even over die ploegtactiek. Hausler heeft de finale bijzonder aantrekkelijk gemaakt, maar hij mocht absoluut niet winnen, zo leek het wel. Ja, Hausler was heel sterk. Op het moment reed hij gewoon weg van ons. En dan was het aan mij en Stijn en Tom om te rijden achter Hausler terug. Maar eens we hem terug hadden, ja, moesten we elke op tour proberen weg te gaan. En, hopelijk en hopen dat Hausler niet terugkwam en dat hebben we heel goed gedaan en
ja, ik bedank ook Stijn en Tom dat ze toch ja, mij een kans geven hier voor het af te maken. Prachtig succes en dan wordt er onmiddellijk vooruitgeblikt. Ik neem aan, Parijs-Roubaix, de koers waar je dan in de rest van het voorseizoen het meest wakker van ligt. Ja, dat is nog ver weg. Er komen nog veel koersen mee. Met zaterdag en de pannen en zo. Dus ja, ik denk dat we als ploeg heel sterk zijn. En ja, kijk, wie dat er wint, speelt denk ik geen rol. Ik ben heel blij dat ik vandaag kon winnen. Maar zaterdag is nog iets anders, ander niveau. En komen er weer verse mannen en verse ploegen naar hier. Dus ik denk dat ja, vanaf zaterdag ook andere namen gaan zijn. Is dit de Kevin Van Impe uit de jeugdcategorie, een absolute topper die we vandaag gezien hebben? Ik denk dat dit de Kevin Van Impe is die iedereen voor ogen had. En, ja, ik hoop ja, voor de ploeg, voor mijzelf, de ploeg niet ontgoochelen de komende weken. Bedankt en proficiat Kevin Van Impe. Dan wordt hij nog even opgefrist, maar dan stellen we hem toch een paar vragen. De kopman van Endpost, Sean Kelly Team. Nico Eekhout, proficiat met een tweede plaats. Wat overheerst dan? Ontgoocheling of tevredenheid? Want je bent tweede in deze mooie wedstrijd. Ik ben zeker heel ontgoocheld, maar oké, okay, ja. Ik had gewoon de pech dat Quickstep echt supersterk was en ze waren met drie en oké, okay, ja, als ik niet vol rijd, weet ik dat Kevin niet meer rijdt en dan, ja, ik wist hoe dat Hausler hier reed, nou wist ik ook als ze terugkwamen dat, nou, dat ik misschien zelfs geen tweede ging zijn, dus ik heb vol gereden en ze kwamen nog heel dicht, Tom en Hausler, dus ja, Kevin kon daar ideaal van profiteren. Ja, Kevin kon daar heel, heel hard van profiteren, maar oké, okay, ja, dat is koers. Nog kort antwoorden op het volgende vraagje. Blijf jij volgend jaar nog koersen? Want je hebt voor de start van het seizoen gezegd, als ik competitief ben dit jaar, wie weet? Ja, oké, okay, ja. Ik heb ook al afgezien dit jaar. En oké, okay, ja, na vandaag zie je dat ik nog mee kan, maar ik denk dat ik een keer rustig daar nog over nadenken. Bedankt Nico Eekhout, we komen zo meteen terug met Tom Bolen. In elk geval geen van de twee mannen hier die voor de zege gesprint hebben of heeft, kan zeggen dat hij zijn plaats, zijn overwinning of zijn eerste ereplaats, zijn dichtste ereplaats gestolen heeft. In geen geval 155 kilometer in de aanval dan nog meegaan met de grootsten in de wedstrijd. Ja. Hausler nog mee pareren en dan wegrijden. Dan verdien je om te winnen. En in zo'n omstandigheden. Dat vooral. De regen en wind. Echt Vlaamse omstandigheden. Die hier zaterdag ook zouden zijn, als ik de weerberichten mag geloven. Dus we zouden ook wel eens een spectaculaire E3-prijs kunnen krijgen in Adelbeke. Waar niet minder dan 28 VIP-bussen op pad gaan. Ik denk zelfs dat de Ronde van Vlaanderen daar niet aankomt. En 5 VIP-helikopters. 6 dus Houtarovic, 7 nog Sylvain Chavanel, 8 Heyman en Christophe Godard nog 9e. Knappe wedstrijd ook van Godard, die een paar keer geprobeerd heeft om een scheve situatie recht te zetten. Het was bijna onmogelijk, maar dit is natuurlijk een van de cruciale momenten ook waardoor Silas Lotto vandaag zo goed als kansloos was. Greg van Avermaat die aan de kant stond op de Eikenberg met pech. Dat was alweer het begin van een pak miserie voor Greg van Avermaat. We zagen onderweg een sterke De Volder die hier op het Quaremontplein resoluut het heft in handen nam. Dan hier schijnbaar stervende zwanen van een vlucht van 9 die verbrokkelden. De Volder die daar naartoe wilde. In de achtergrond werd gevallen op de Paterberg mannen te voet. Hier overblijfsels van die verre vlucht. Met paar Van Impe inderdaad al mee vooraan. En ook Eekhout, ze waren er toen al bij. Ook motorrijders gingen erbij liggen. In zeer ondankbare omstandigheden. Pats, een val in de achtergrond daar van de twee mannen van Rabobank. Rabobank ook veel pech. Dan kwam er vooraan een samensmelting van de overblijvers van de vroege lange vlucht. En de betere in de wedstrijd, dat dachten we toch. Hausler. Zonder enige twijfel de beste man in de wedstrijd. Maar hij wilde dat weer te expliciet tonen. En deed weer veel te veel.
Hausler reed dan weg met Van Impe en met Bonen. Het ging ook veel prachten. Dan kwam Eekhout terug met de Volder. Hausler dan maar alleen. Voilà. Het gaat hier niet rap genoeg. Ik ga eens even demonstreren wat ik allemaal in petto heb. Dat was op 25 kilometer van de aankomst. Dan Van Impe erachteraan. En Eekhout die trok zijn grote molen op gang. Toen was Hausler al ingelopen. En toen zaten we eigenlijk een beetje in een geëikte situatie. Een man van Quickstep vooraan en twee Quicksteppers om af te stoppen bij de verbluffende Hausler. En dan de verrassende sprint. Eekhout, die zich eigenlijk al bij de nederlaag neergelegd had, nog voor de sprint begon. Tempo hoog houden onder druk als hij stond door de mannen van Quickstep. En dus hier winst voor Van Impe. Eindelijk Van Impe. En Tom Bonen bij Renaults. Bonen, analyseer deze wedstrijd dus kort. Keihard. Beenhard, zoals ik wel zeg. Hausler. Ja, Hausler was denk ik wel de sterkste man aan de koers vandaag. We moeten niet veel doekjes omwinden. Zeker tot de voorlaatste ronde. Echt indrukwekkend sterk. En we hadden geluk dat we even in de numerieke meerderheid waren. En ik moest niet echt onderdoen, maar ik had echt last van een kou op een bepaald moment. Nu ook, je tanden beginnen te klapperen. Ik had het in de finale al die lange tijd. En ik ken mijn eigen. Als ik begin gewoon kou te krijgen, is het gedaan. En ik had wel schrik, omdat ik zo'n kou had. En een andere wil gewoon precies mijn rapper gaan rijden. En als ze dan in de sprint gingen al net komen, had ik waarschijnlijk wel op mijn appel gekregen. Dus toen hebben we geprobeerd van weg te geraken. Vooral met Stijn, omdat hij de beste indruk wat gaf. Maar dat lukte niet. Toen ging Kevin en Eekhout is toch altijd een vraagteken. Maar we konden hem onder druk blijven zetten doordat ik erachter zat met Hausler. De rabotactiek van de omloop die nu bij jullie wel gelukt. Ja. Ik zat er ook niet echt, ik doe dat niet graag. Die is dan blij in het wiel zitten, maar het was brood nodig, denk ik. Dankjewel en succes in de rest van het voorjaar. Bedankt, Tom Bonen. Het was brood nodig. En Bonen die klappertand zie je ook niet vaak. Nogthans robuust gebouwd, om je maar te zeggen hoe ondankbaar de omstandigheden vandaag geweest zijn. Ja, hij staat vrij scherp. Zijn vetpercentage ligt laag en dan ben je toch wel gevoelig aan die koudere temperaturen. Een paar conclusies vandaag. Van Impe krijgt eigenlijk wat hij al lang verdient. Loon naar werken. We wisten dat hij een heel goede coureur was. Hij is dicht bij een Belgische titel geweest. Toen ja. Serge Baguet kampioen werd, klopt, was hij tweede. En nu eindelijk een semi-klassieker voor Kevin Van Impe. Eekhout is nog lang niet versleten. Nee. Dat mogen we ook concluderen na vandaag. Hausler blijft op een waanzinnig hoog niveau presteren. Al het hele jaar lang. Van Algarve naar het Volk Milaan San Remo nu nog. Ik ben benieuwd of hij dat nog anderhalve week kan volhouden. Want dan gaat hij meespelen in de Ronde van Vlaanderen. Dan zitten we met een dik probleem. Dan zitten we met een reusachtig groot probleem. Als hij dat hoogvormpeil nog kan doortrekken tot de Ronde van Vlaanderen. Want dat hij die heuvels spelenderwijs verteert. Dat heeft hij nu weer voor de tweede keer bewezen. Heinrich Hausler. En nog een vierde conclusie. Tom Bonen en Stijn de Volder zijn goed, maar nog niet super. Daar moet nog iets bij, maar ze hebben nog 10 dagen om eraan te werken. Dan pas komt de Ronde van Vlaanderen en een week later Parijs-Roubaix. En Van Impe, die staat er. En Van Impe gaat een gouden pion worden in het Quickstep-concept. Ik dank Renaat. Ik dank ook Philippe Lombaerts. Ik dank alle mensen die hier in ondankbare weersomstandigheden voor de VRT en voor de mensen thuis deze uitzending op een prachtige manier ineengeknutseld hebben. Ik dank ook André en Karel en geef je graag rendezvous volgende zaterdag voor de E3-prijs Vlaanderen. En ik ben er zeker van, dat wordt ook een lekker stuk. Tot dan!